Hallo allemaal, welkom op deze maandagavond, de e-workshop. Vandaag gaan we een party maken, samen met Deborah. Ik sta vanavond aan deze kant, ik neem plaats voor Pepijn. En we gaan er een feestje van maken, zoals ik al heb gezegd. Ik heb er zin in, jullie ook. Ik moet natuurlijk eerst zeggen, wij gaan beginnen. Welkom. Ik ben vanavond hier en ik sta klaar voor al jullie vragen. Nou, ik heb er ontzettend veel zin in, maar volgens mij heb ik dat al een aantal keer gezegd. Nou, heel erg leuk. Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb al mogen spieken wat Deborah vanavond allemaal met jullie gaat delen en wat ze gaat laten zien. Want de neonpigmenten, daar kun je ontzettend veel mee. Dus laten we gaan naar de overkant. Hi Deborah. Hi, yes. En allemaal, hallo. Een hele goede avond allemaal. Ja, we zijn weer live op de maandag. En we hebben wel zin in een feestje natuurlijk. We gaan richting de zomer, dus we hebben de felle kleurtjes uit de kast gepakt. Dus ik denk dat we maar moeten beginnen met een lekker neon design. Wat denk jij, Jessia, toch? Nou, ben ik het helemaal mee eens. Helemaal leuk. Je hebt een aantal designs die je gaat laten zien. En je gaat ook verschillende producten gebruiken, eigenlijk met die neonpigmenten. Waardoor je ook weer totaal andere eindresultaten krijgt, hè? Dat klopt. Ik wilde hem een beetje op diverse manieren wilde ik ze inzetten. En ook een beetje met de fellere kleuren neon lakken die we hebben. Dus ik denk, weet je, ik maak gewoon een klein mixje. En dan kunnen we heel gauw wat veel diverse designs maken vanavond. Dus laten we starten met de eerste. En ik heb op mijn tip alvast één laag White is White Gel Polish gelakt. Zoals jullie hier kunnen zien. En dan pak ik nog een laagje. En ik heb even één handschoen aan en één handschoen niet. Dat komt omdat het met pigment aanbrengen ietsje makkelijker is zonder. En deze is wat makkelijker als je ze moet opvangen. Anders zit je zo lekker onder. Oftewel, mijn eerste laag wit is uitgehard. Maar mijn tweede laagje, die laat ik zoals die is. Dus gewoon nat. Oh, oké. Ja, dan heb ik mijn paper palette voorbereid. Het ziet er nu al een beetje uit alsof het feest al geweest is. Ja. Dus iedereen is al lekker aan de gang gegaan. En ik heb wat pigmenten gemixt met de White is White Gel Polish. En wanneer je redelijk wat pigment mengt met de White is White, dan blijven de kleuren ook gewoon fel. En ik ga nu wat kleurtjes pakken. Laat ik beginnen met de roze. Je kunt zien, ik kan mijn Pepijn's Choice er mooi doorheen halen. En dit ga ik in delen aanbrengen. Door die natte laag. Door de natte laag, ja. Hey, maar je vertelt net, hè, zo half tussendoor, even heel snel, dat als je redelijk veel witte gel polish door die mix heen, dan blijven ze mooi fel. Maar als je nou iets andersom, minder... andersom. Oké. Okay. Juist iets meer pigment dan witte gel polish. Ja, dat bedoel ik. Dus ja, dat bedoel ik. Was even aan het kijken of jij wel wakker was. Nee, maar heel goed voor jou, je bent wakker. Ja, maar oké, wat gebeurt er dan als je minder pigment? Heb je dan pastel? Dan wordt hij meer pastel, ja. Nou is pigment natuurlijk best wel sterk, hè. Dat is best wel goed gepigmenteerd, zoals het al zegt. Dus je hebt best wel veel wit nodig om hem echt heel licht te krijgen. Dus minimale pigmenten. Ja, en verder, dan wordt hij heel mooi licht pastel. Dus het kan zeker. Maar nu wilde ik natuurlijk de neon erin houden. Dus ik ga naar de volgende kleur. Ik heb maar mee. Ik pak nu wat paars voor mijn palet. Zo. En ook willekeurig leg je... Ik veeg iedere keer een puntje wit af aan een wipeje. Kan ik hem wel op het palet leggen, dan kun je dat zien. Ja, zodat je wel gewoon echt de pigmenten aan je kunt elke keer een schone punt heb en dan veeg ik het paars even zo eraf. Het hoeft niet helemaal schoon, want ik ga nu door de groen. Oké. Zo. En daar ga ik dan ook weer wat leuke lijnen zetten. Gewoon een beetje speels maken. Gewoon random. Ja, random. Ja. Het hoeft niet super netjes te zijn, maar gewoon random speels er doorheen halen. Krijg je de leukste effecten. Ja, dat is het, hè. Dat is het. Dat is de party. Ja. Alsof we de slingers aan het ophangen zijn. Dat zijn we eigenlijk in feite nu een beetje aan het doen. Nou, we houden allemaal wel van een feestje met wat slingers, dacht ik zo. Ja, met of zonder, maar met dit maakt het wel dat een maakt gezelliger. Het net even wat gezelliger. Ja. Dan doe ik er nog een tikje oranje bij. Ja, doe eens gek. Die hebben we nog niet, hè? Nee, die hadden we nog niet. En daar hebben we nog wel een plekje voor.
wil natuurlijk nog wel wat wit overhouden, maar... Hey, maar die witte gel polish lagen die je dus nu niet hebt uitgehaald, die moet dan ook niet te dik zijn, denk ik. Nee. Gewoon een zoals je normaal... Ook zo'n ietsje in beeld zetten. Zoals je normaal lakt, moet die laag zijn. Dus niet denken, ik moet hem nu dikker lakken. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Gewoon een normale laklaag, zoals je het altijd gewend bent om de witte lak of iedere gel polish. Ja. Dus gewoon een normale dunne laag, want het loopt toch wel met elkaar mee. Ja. Natuurlijk zit er in de pigment ook een gel polish, dus het krijgt toch al meer volume, waardoor het makkelijker door elkaar heen vloeit. En nu gaan we door. Waar is mijn dotting tool? Die heb ik hier. Nu ga ik met mijn dotting tool er doorheen. Dus kijk maar even mee hoe ik dat ga doen. Ik heb hem hier staan. En dan ga ik met mijn dotting tool gewoon heel simpel van links... Ah, wat leuk. Het is een beetje tie-dye-achtig. Ja, maar je krijgt er gelijk een super grappig effectje mee. Je kan nog ietsje, als je dat wil, uittrekken. Kijk, leuk, zo. Leuk. Dat is al helemaal leuk. Ja. Deze hard ik even goed 1,5 minuut uit. En daarna lak ik hem af met Extreme Matte. En dan kom ik weer eventjes bij jullie terug. Dus ik hoop dat Jess in de tussentijd misschien nog even iets leuks te vertellen heeft. Nou ja, heel leuk. Ze zijn voornamelijk heel erg onder de indruk van je nagels. Oh. Heb ik van de bus gedaan, één wel, één niet. Dus er reageren heel veel dames. Wauw, Deborah, jouw nagels. Dank je wel. Pieter, die kijkt ook. Ah. En die zegt super trots op jou, met een hartje. Ja, dag schat. Dat is lief, hè. Hartje terug. Ja, hartje terug. Super lief. Haar Pietertje, hè? Nou, hè? Nou, en ondertussen zijn er gewoon lekker veel mensen aan het kijken. Zijn heel erg blij dat ze erbij kunnen zijn vanavond. Dus welkom allemaal. Super fijn dat jullie ook meekijken. Zeker. Heel leuk. Heel leuk. Nou, hij is al bijna goed. Bijna goed. Dan lak ik hem meteen eventjes af met de Extreme Matte. Dus dat zal ik gelijk eventjes doen. Kun je dat zien? Ja. Hoppata. En nu is het ook wel belangrijk dat je eerste laag ook niet te dik is, want ja, je gaat toch een beetje hoogteverschil krijgen. Ja, hè? Anders wel. Ja, maar nu valt het wel mee, hoor. Ja. Ik kan hem even van de zijkant laten zien. Oh, daar ben je. Nee, is mooie gaal. Dus. Het is een heel kleine, maar die kun je dan wegbuffen als hier de uitharding. Hier zit een klein, waar ben ik? Ja. Ik zit in de spiegelbeeld te kijken, een heel klein puntje daar. Zo. Ja, wijs maar, hem even aan bij de mooie nagel. Ja, wijs hem even aan. Oh, goed. Deze doe ik even in de lamp. Dus we harden die even uit. Nou, dat kleine puntje, dat haal ik er zo wel af. En ga ik in de tussentijd vast een stempel uitzoeken. Okay. Want wat nou leuk is over deze, over dit design heen, is een stempel. Althans, ik vind het leuk. Hoeft niet. Je mag ook hand schilderen natuurlijk. Dat is geen probleem. Maar ik heb wat leuke platen. Dus kijk even mee onder Topshot. En dat zijn dat is weer spiegeld als een malle. Deze is van de Blush. De eerste plaat. Dit is van de Blush, de tweede plaat. Superleuk. Ja, dan hebben we ook nog... Ja, die is ook wel heel erg leuk. Dat is van de Valentijn. Het gaat mij erom dat ik of een tekstje neem... of zo'n heel tof ornamentje. Die van die boho-vibes. Even kijken dat het niet te veel spiegelt voor jullie. Ik zal hem een beetje zo houden. Want dit is ook altijd wel cool, die lijnen erop. Misschien dat ik wel deze pak of zo. Nou, we gaan gewoon even kijken. Ik denk dat mijn tipje bijna wel... Nou, bijna. Hij is goed. Dus hoppa. Ja, 30 seconden of heb je hem 1,5 minuut gedaan? Ik heb hem 30 seconden gedaan. Ja, het is een tip. Hè? Het is geen hand. Dus als je dit op een echte nagel maakt, doet wel 1,5 minuut. Maar dit is om een tip, dus dat heeft je in ieder geval nodig. En hij pakt natuurlijk door en door gewoon het licht, dus geen probleem. Dus ik heb hem 30 seconden gedaan op een tip. En op de hand doen we alle lagen gewoon de 1,5 minuut. En dan gaan we even checken. Wat had ik gezegd? Wat is leuk? Ik denk dat ik de boho vibes ga nemen. Dus die leg ik alvast neer. En dat ga ik doen met Liner Black. Nou, die doen we even open. Zo. Pak ik even een klein penseeltje erbij. Deze doe ik met de flower brushes. Dat vind ik altijd makkelijk. Want dan kan je hem zo mooi in soort tamponeren. Dat het goed in die kleine gaatjes komt van die lettertjes. Of van het design wat je wil. In dit geval een designtje. Even kijken of dat goed te zien is. Als ik hem ietsje meer zo leg, is beter, denk ik. Ik denk dat ik deze neem. Dus ik rubber het er eigenlijk een beetje in. Ja, dus echt wel een beetje met kracht. Ja, een beetje met een enige druk. Zo. Dan leg ik die even aan de kant. Dan pak ik een wipeje. En natuurlijk, wat ook handig is, als ik eventjes... moet ik even goed kijken waar ik die neer heb gezet. Hier zo. We zijn altijd alles kwijt hier. Althans, ik. Want op een feestje ben ik ook altijd alles kwijt. Zo, we vegen even het zwart voorzichtig aan de kant. Goed eraf halen, want die hele kleine lijntjes die pakken altijd wat sneller de gel op
dan natuurlijk die grotere vlakken, dus daar blijft dan nog wel eens wat over. Dus ga er gewoon even een aantal keer overheen, dat er omheen het goed schoon is van de gel. Dan pak ik mijn stempel en dan rol ik er maar overheen. En dan even kijken, hebben we iets wits, dan kunnen jullie goed zien hoe mooi die erop zit. Ja, wauw. Dus dat is wel cool. Dan hebben we natuurlijk onze tip. En dan ga ik even kijken hoe die zit, wat het mooiste is. Dan moet ik het even kijken dat ik het en aan jullie kan laten zien en ook zelf nog wel iets kan zien. Hij zit nu een klein tikkeltje scheef, maar dat geeft niet. Dat vinden we niet erg. Zo. Dat is lastig als je het en wil laten zien en zelf wil zien. En dan kun je er ook nog voor kiezen om dat onderste deeltje eventueel even eraf te halen, omdat dat wat scheef zit. Dat kan. Dat doe ik dan eventjes met de polish corrector. Dat ja, dat is onze vriend. Onze vriend. Zo. En dan hebben we nog een vriend. Ja, ja. En daarmee hard ik even dit thuis. Een dun laagje, dus dat kan prima. Als het een dikke laag zou zijn, zou ik dat zeer zeker gewoon in de lamp doen. Want het moet gewoon 1,5 minuut. Maar nou, ze vinden het nu al geweldig, Tibor, hoor. Het is grappig, hè? Ja. Het is fast easy going. Ja, daar houden we van, hè? Ja, daar houden we van. Maar ik vind het nog leuker om er nog een tekstje onder te zetten. Oké. Okay. Ja, want waarom niet? Ja, nou ja, dus ik denk, you are the one, maar hè? Eigenlijk voor jou, Jess. Oh. Ja, ja. Dank je. Ik ook van jou. Ja, toch. Ja, nou, Elvira die zegt, ik dacht het, maar ik zeg het niet. Maar Elvira die reageert, als je er wat gedronken hebt, dan zit hij wel recht. Ja, ja, nou ja, precies. Ja. Precies. Ja, nu komt het omdat ik het moest laten zien. Hè. Dan zit ik en in de camera en zo, dus dan denk je, plonk. Ja, maar goed, alles is op te lossen. Je ziet het even een klein tikkie en zit weer goed. Oftewel, we gaan naar de volgende laag. Ik ga weer even uitharden. Of tenminste uitharden. Ik ga het er eigenlijk eerst afhalen. Dus kijk maar weer mee onder de top. Even kijken, waar ben ik in beeld? Die gil die is maar aan het zoeken de hele tijd. Hop. Hop. Ik probeer het altijd dan niet door de andere print heen te trekken. Want anders met oppakken van de stempel, dan pak je daar ook altijd een deel van mee. En dan moet ik dat er weer afhalen. Ja, je kunt ze natuurlijk ook voorhand, voordat je gaat stempelen, dan even schoonmaken. En dat kan, dat kan. Maar of dat je opstempelt en dan de stempelkussen even schoonmaken. Maar ik doe het gewoon even zo. Ja, joh. En dan hebben we ook weer met een rollende beweging. Een rollende beweging. En hier staat, you are still the one. Thank you. En ik heb natuurlijk dit deel al uitgehard. Nu ga ik toch heel even recht ervoor zitten. Want anders ben ik bang dat hij weer scheef gaat. Dus ik weet niet of jullie het zien, als ik het maar even wel kan zien. En dat doe je ook weer, een rollende beweging. Niet te veel druk zetten, kijk toch eens. Dat is toch leuk. Ja, fijn. Dit hard ik even uit, maar ik vind het, als het zo blijft, nooit zo heel mooi. Dus ik ga er met een heel dun penseel altijd nog even overheen. Nog even de letters extra benadrukken. Eigenlijk alsof het ware, alsof je het zelf geschreven hebt. Dus ik hard dit heel even uit, gewoon even met flashcure. En dan doe ik met een liner black heel dun even de lijntjes van de letters nog aanzetten. Zodat het er net wat strakker en mooier uitziet. En dat zet ik dan eventjes in de lamp. En dan is hij gewoon bijna klaar. Dan wil ik nog kleine dingetjes toevoegen, maar dan is hij wel klaar. Hé, hey, dat penseel, hè, waar je mij de plaat hebt mee ingerupt, als het ware. Dat was een flower brush? Flower brush, ja. Ja, ja. Oké, okay, want daar is een vraag naar, dus dat typ ik eventjes in. Ja. Helemaal goed. Dat klopt. Ik wilde even kijken waar die was. Dat is of de One Stroke Detailer nummer 2. Ik kan hem even onder de camera houden. Dat is een heel makkelijk penseel. Magnifiek vraagt dat. Kijk, magnifiek, de One Stroke Detailer nummer 2. Yes. Ja, die is heel fijn. Daar doe ik het eigenlijk altijd mee. Want dat is een heel prettig penseel om daarmee, want hij heeft hele korte haartjes eigenlijk. Ja. Om hem heel makkelijk erin te tamponeren, noem ik dat eventjes. Met een mooi woord. Ja, je kunt iets meer druk zetten. Ja, je kan iets meer druk zetten, ja. Met een detailer is het toch net wat meer zonde voor je punt. Hè? Daar wil je dat eigenlijk niet mee doen. Dus ik zou dat echt met een wat breder en korter penseel doen. Dus, nou, we gaan heel voorzichtig die lettertjes even aanzetten. Kijken dat ik niet in jullie beeld zit. En dat ik het zelf ook nog zie. En dit doe je met Pepijn's Choice? Nou, dit is een detailer uit 1812. Die is iedereen wel bekend inmiddels, denk ik. Er zit geen haar meer aan. Daar heb je hem weer, hè? Maar ja, maar ik kan geen afstand doen. Nog even, het is nog maar 1 haar. Ja, maar waarom zou je ook? Hij doet het toch prima? Hij doet het prima. Ja hoor. Dat is als je maar liefde geeft aan je penselen. Ja, precies. Kun je dus eigenlijk is het tekstje voor mijn penseel.
You are still the one. Sorry. Bedankt. Sorry, goed, yes. Ik neem hem dan maar even weer over, Deborah. Nee, geintje. Deborah die gaat eventjes alle lettertjes eventjes netjes na. Geeft haar even de tijd. Neem ik jullie even mee, want het is een e-workshop. En daar kun je natuurlijk je huiswerk op inleveren. Maar daar hangen wel regels aan. Laten we eerst eventjes meenemen, wat moeten jullie dan maken? Nou, ik weet het nu ook. Maak 4 verschillende neon designs. Dus Deborah gaat er een aantal laten zien vanavond. Met pigmenten, stempels of handpainting en gel polish kleuren. Nou, wat dat precies inhoudt, dat snap je later in de show natuurlijk wel. Maar dit is, maak een screenshot. Dankjewel Gillian. De huiswerkopdracht. Dus dan kun je het lekker naast je neerleggen en dan weet je precies wat je moet doen. Nou, en dan neem ik jullie even mee naar de regels van de e-workshop. En die zijn natuurlijk dat je 2 weken de tijd hebt tot 13 juni om je huiswerk in te sturen. Die kun je alleen insturen via de link die onder het album staat, Neon Art. Boven onze pagina te vinden op de Nail Talk Live pagina op Facebook natuurlijk. En als er dan nog verbeterpunten zijn, dan neem ik contact met je op. En kun je nog een herkansing krijgen. En ook heel belangrijk, vergeet niet je step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen. Nou, helemaal gezellig. Dus dan kun je huiswerk inleveren en dan kun je een e-certificaat verdienen. Maar je kunt ook iets winnen. En dat is dit prijspakket. Nou, kijk nou eens geweldig. Een aantal pigmenten, neonpigmenten. Ik zie je Liner Gel Black staan. Ik zie een stempelplaat staan. Leuk. Dit is de blush of niet? Ja. Echt geweldig. Ja. En nou, ja. Hier kan ik echt niet zonder. Eigenlijk zonder al die producten niet. Maar de Extreme Matte, oh, ik hou van die top gel. Dus dit is het prijspakket wat jullie kunnen winnen. Nou, dan weet je wel waar je het voor doet, hè, jongens. Dus ik ben heel erg benieuwd naar al jullie inzendingen. En ik smul er altijd elke week weer van wat er nu allemaal weer binnen is gekomen. En ook heel mooi om te zien, sinds het begin van het seizoen ben ik natuurlijk degene die het huiswerk behandelt. Dat ik ook groei zie van al jullie werkjes en al jullie dingetjes. Heel trots op. Dus echt, het is voor mij ook absoluut een feestje om al jullie inzendingen te mogen beoordelen. Goed, dan hebben we nog meer op de planning staan. Want er komen nog weer de volgende maand natuurlijk nieuwe e-workshops aan. Ook wederom, maak een screenshot. We hebben maandag 13 juli, dan missen we wel een maandag. En dat klopt natuurlijk omdat het aanstaande maandag tweede Pinksterdag is. Dus daarna ben ik aan de beurt, 13 juni, dan ben ik aan de beurt en dan ga ik Unicorn Meets Art laten zien. Nou, misschien hebben jullie het al wel gezien, dat heb ik een beetje al laten zien online. Heel veel reacties op, dus dat ga ik jullie live mededelen, het geheimpje laten zien. Wat het nou allemaal zo tof maakt, die eindresultaten. Daarna, de volgende maandag, is Sarissa aan de beurt. En die gaat in de e-workshop PSN Next Level met jullie behandelen. Interessant. Ik ga zeker kijken. En dan de volgende week, daarop, is Sylvana aan de beurt. En op maandag 27 juni gaat zij Broken Crystal Inlays. Nou, dat klinkt interessant. Dat vind ik leuk. Gaat ze met jullie delen en al haar geheimpjes en al haar tips en tricks met jullie delen. Dus zeker kijken, dat wordt weer een volle maand, een gezellige maand. Deborah, hoe ver ben jij ermee? Hij zit in de lamp en hij is daarna klaar. Ik zal hem eventjes uithalen. Ik moet even zoeken hoor, want er staan er meer tipjes in. Kijk maar gauw mee, want dit is hem geworden. Ik heb er nog wat stipjes aan toegevoegd. Ach, kijk nou toch eens. Ja, we kunnen niet zonder natuurlijk. Stipjes zijn altijd leuk. En het is gewoon een heel speels nieuw artje. En super gauw te doen. En vind je dat nou leuk en wil je lichtjes variëren, dan heb ik hier nog 2 varianten erop. Dus de ondergrond hiervan is de nieuwe Pearl Paste. Dus dat Paramour Gel Polish Pasta. Dat is echt zo tof ook om te doen. Krijg je weer een iets zachter effect. En natuurlijk kun je hem ook glanzend afvlakken, waardoor je dat Paramour er ietsje meer uit ziet komen. Dus ja, je kunt hier leuk, heel Deborah. Erg mee spelen. En dan zul ik deze erbij zo. Nou. Ach, wauw. Dan krijg je zo'n leuk effect. En natuurlijk kun je een lak kiezen uit de bijvoorbeeld nieuwe Pop Art collectie om de rest van de nagels mee te lakken. Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. En zou je dan 1 zo leuk design of zou je er dan 2 doen? Hoe zou je dat dan dragen? Is dat een vraag aan mij? Ja. Oké. Okay. Ja, sorry. Dan zou ik er 4 van deze maken. Ja. Dus die 4.
En dan de rest met rolls, bijvoorbeeld aan de pinken en dan oranje of zo. Je kan, het is zomer, hè? Daar moeten we vanuit gaan. En een feestje, dus speel ermee. Het is echt heel leuk, een soort colorblocking met een beetje art ertussen. Ja. Ik zou het doen. Weet je wat er ook heel mooi naast is? Zwart. Ja. Staat alle je kleuren naast. Je verwacht niet ja, dat jij dat zou echt zeggen. Waar, Deborah? Ja, echt, dan knallen kleuren nog meer. Ik zag hem niet aankomen. Nee, hè? Nee, ik ben altijd heel verrassend, hè? Ja. Nee, maar kleuren daarnaast is ook super tof. En één zwarte dan, want dat grondt het allemaal weer lekker. Aha. Heb jij nog meer voor ons? Nou ja, zullen we? Nou, eentje nog. Nog eentje? Nog ja, eentje, gezellig. Nog twee. Ze vinden het helemaal leuk. Nou goed, we gaan nog even door. Ik heb in ieder geval alvast een tipje voorbereid met een wijze toffe kleur, de blueberry. Kijk maar even mee. Deze. Ja, wauw. Twee laagjes blueberry en afgelakt met een extreme mat. En daar gaan we ook iets heel leuks mee doen, want we pakken onze weer... White is white. Waar ben je zo? Gel polish erbij. En daar gaan we gewoon zo een soort, noem het een brede wolk mee maken. Niet te dik. Nee. Ook weer niet te dun, want anders wordt die milky. Maar dit kun je ook wel met een penseel, als je dit spannend vindt. Natuurlijk, ja, hè? Natuurlijk. Ja, je mag het ook gewoon met penseel doen. Ik vind het makkelijk, maar natuurlijk. Geen probleem. En maak hem zo lang of zo breed als je wil. En geef hem een vormpje. Doe hier nog een beetje opzij. En dan eindig ik hem een beetje daarheen. Die kan een beetje daarin. Zo. Hoppata. Nou, dit. Ja. Nou, dat is het. Dat was het. Mooi. Dus, hè? Dit, ja, is, leuk, hè? Dit is heel artistiek. Deze hard ik even uit. Ja. En 30 seconden is genoeg, want het is helemaal niet zo'n dikke laag. En hij zit natuurlijk al op een droge ondergrond, ja. Dus dat gaat heel snel. Dus even 30 seconden, dan is hij prima. En dan gaan we door met, jawel, de losse pigmenten. Want anders denken jullie, daar ga je toch nog wel iets mee doen? Ja, daar ga ik nog iets mee doen. Dus ik pak er vast bij. Dat wordt natuurlijk lekker een party. Ik ga ze vast onder Topshot neerzetten. We hebben hier... Oh, dit wordt spannend, jongens. Prachtige cyaankleur, ja. Een oranje. En een gele. Oeh, die knalt van het scherm af. En een groene. Zo. Ik wil niet te donkere kleuren voor nu. Want ik wil daar ook weer iets mee doen. Zo. Dat is. In totaal hebben wij 6 kleuren, hè, Deborah? Ja. We missen nog, naast deze 4 hebben we dan nog paars en blauw. En, blauw. Ja. En ze zijn allemaal los te koop. Niet meer in een pakketje. Dus dat is ook perfect. Dat is super. Ja, super. En mijn tip is uit de lamp. Dus... Kijk maar even mee, want ik heb ondertussen ook mijn ombre tool gepakt. Ja. En daarmee ga ik, want nu ga ik wel even doen. Het is vooral op eigen risico, hè, wat je nu gaat doen. Nou ja, Lisette die reageert al. Hatsjoe! Ja, dit is spannend. Ik leg even deze eronder, zo, hopsatee. Want het wordt gepigmenteerd allemaal. Ik ga even met mijn tool in de geel. Natuurlijk is mijn ondergrond met mat, dus die is droog, hè? Zo kun je het zien. En je werkt nu dus op de plaklaag van je whitest white gel polish. Ja. En kan dit op alle kleuren? Ja, in principe wel. Maar wit laat de kleuren natuurlijk echt de kleur. Ja, die klapperde er gewoon wat meer uit. Ik doe het nu heel voorzichtig, hè? Dat doe ik nu hier. Meestal springt het in het rond. Ja, je doet het. Wauw. Ja, ik heb het een beetje geleerd. Ik heb er gaan oefenen. Kan mij een blooper herinneren? Dat dat gewoon niet meer. Ik ben ervoor gaan zitten. Ik denk, het moet ook anders kunnen. Uh-huh. Dus, nou, volgens mij is het gelukt. Laten we niet te hard schreeuwen. Nee. En door. En door. En je pakt elke keer een ander stukje van je ombre tool. Ja. Schoon stukje. Schoner stukje. Ja, het is niet zo'n onwijze ramp als het tegen elkaar aangaat. Maar het is zonde om voor iedere kleur, in dit geval, een ander... kopje te pakken, want dat hoeft helemaal niet. Hey, en als je dan klaar bent, kun je dit dan ook goed schoonmaken? Ombre tool? Of hou je deze gewoon dan apart voor je neon? Ik hou het er gewoon voor. Ik maak het niet schoon. Dat doe ik niet. Okay. Maar dat is natuurlijk, het mag. Het kan, je kan alles schoonmaken. Je kan hem wassen ook. Ja, ook. Ja, ik pak hem meestal dan over een kledingroller. Ja, dat kan van alles. Maar dat pigment helemaal eruit gaat, gebeurt niet. Maar als het maar niet meer afgeeft... Dus, hey, en je gebruikt nu dan de ombre tool, maar de fanbrush heb je natuurlijk ook. Ja, kan ook. Gemma vraagt dat. Ja. Dit is gewoon persoonlijke voorkeur. Persoonlijke keuze, ja. En omdat het dan ook makkelijk is om te zien voor jullie ook.
Ja, oké. Okay. En ik doe er een beetje extra overheen, dat het een beetje zo over elkaar heen loopt. Maar het is niet omdat je nu iets meer druk kan zetten in vergelijking met de Van Brush? Nee, het houdt wel op het wit. Ja. Maar het, je hebt wel meer kleur op het wit. Ja. En dit is nu net een beetje Jamaica, als je het zo ziet. Ja, een beetje wel, ja. Ja. Ik zet het heel even een beetje vast. Dat is net iets makkelijker. En dan ga ik even met mijn fluffy erover. En dan veeg ik even het overtollige een beetje zo eraf. En dan reageert Lisette, reageert die foto die je van de week plaatste, zag er toch anders uit door Deborah. Dus je goed, doet het goed nu. Ja, 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 zeker, kijk eens hoe schoon. Zeker, ja, wauw. Ja, ja, ja. Echt. Dus, ik haal hem er even weg, want nu ga ik wel aan de gang met mijn, moet ik even zoeken waar ik hem heb gelaten. Oh, hier naast mijn bril. De Base & Top. Want die ga ik heel voorzichtig over deze pigmenten heen brengen. Dus ik leg daar een beetje van op mijn palet. En dan ga ik met mijn Detailer 3 ga ik dat vlak inkleuren. Wat ik erbij moet zeggen, doe dat zwevend. Doe je dat te hard, dan veeg je alles weer dwars door elkaar heen. Dus hij mag naar de top, inderdaad. Dus ik doe dat eigenlijk als het ware een soort van een beetje lobbig. Ja. En ik hou hem een beetje schuin, want anders heb ik kans dat hij daarheen loopt. Ja. Dus ik hou hem een beetje zo schuin, zodat het naar beneden kan lopen. En nu wordt hij ietsje hoger op dit deel van het pigment. En Eline vraagt over de Blueberry Sit Extreme Matte. Ja. Ja, dat klopt, Eline. Dat klopt. Nou. En dat is ook handig, dat daar een extreem matte laag tussen zit natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Want stel, er komt nou, en die zit een heel klein beetje, ze heeft echt super netjes gewerkt, op haar Blueberry. Maar dat kun je dus ook makkelijker verwijderen, omdat je een matte ondergrond hebt. Anders blijf je toch een beetje altijd zien. Dan gaat het een beetje tussen zweven. Juist. Dus ik hard dit even uit. En dat kan heel makkelijk, hè, met je Flash Cure. Want ja. die heeft niet wat rijtjes, zoals je kunt zien. Hij is super fel. Dus dan is hij heel sterk. Het is niet zo'n dikke laag. En over deze laag Base & Top ga ik ook weer een dun laagje Extreme Matte doen. Maar dun, want het moet niet te hoog worden. Ik wil niet een mega hoge opbouw hebben. Oké. Okay. Maar gewoon dun. Dat doe ik even met het kwastje zelf. En waarom doe je dan? Omdat ik er wat op wil. Oh, en dat oké. Okay. Ja. En je kan niet gelijk met de Extreme Matte overheen? Nee, dan is het niet zo mooi voor je pigment. Ik wil dat de kleuren helder blijven. En ik had het een beetje geprobeerd, maar het werd minder helder dan ik wilde. Dus ik denk, ik doe er eerst wat Base & Top onder. Het okay. is toch wat mooier. Ja, nou ja, het is toch Deborah. Het is toch ik. Ja. Gewoon meer, hè? Ja. Waarom more niet? Is het more. Kan ja. ook hierbij gewoon even je flash erop. En ja. je kan zien hoe snel dat gaat. Dat ja, je ziet het dan mat worden, hè? Leuk, ja. hè? Ja, je ziet het gewoon gebeuren onder je handen. Even er diep op, zo, hoppatee, en klaar. Oftewel, we gaan weer een leuke stempel zoeken. Maar dat is niet het enige, we gaan nog meer doen. Nog meer? Ja, nog meer. Ik schuif wel voor de veiligheid even het heel pigment slim. Aan de kant. Heb want je de dopjes er ook weer op ja, gedraaid? Ja, dat komt straks, want ik was niet van plan om te nissen. Je weet maar ik het wilde niet. Wel iets leuks opzetten. En ik dacht, als we nu... Kijk, die blushkaarten, die zijn zo leuk. Daar ben ik helemaal wild van. En daar heb ik echt zoveel leuke dingen op gezien, dat ik elke keer denk... Oh, ik vind ze zo cool. Wat moet ik nou weer nemen? Ja, leuk hè? Ja, ik kan het gewoon niet aan. Ik vind nee. het heel leuk. Maar dus het is ook echt dat simplicity, hè? Die nail art die nu ja. helemaal hot is. Ja, ja. Op dus, de blusnagels. Ja, die kleine klein details die je even kan toevoegen als een nail artje. Ja. Ja, het is gewoon helemaal leuk. Dus ik denk dat ik nu voor die veer ga. Nou. Nou, of de takje. Het is niet echt een veer, maar het is leuk. Dus ik leg hem even in jullie zicht dat hij niet te veel spiegelt. Zo. En je gaat ook weer met de liner gel stempelen. Ja, dat vind ik voor nu makkelijk. Mm-hmm. Zo, dus ik ga weer even de liner gel erbij pakken. Met hetzelfde kwastje als wat ik net had. Of tenminste, dit penseeltje. Niet met het kwastje, want dat was dit met de lak. Ik pak dit penseeltje erbij. Ja, het is een soort kwastje. Maar dan op een penseelsteel. Duidelijk, toch? Nee? Ja. Wel? Ja, nou. Wel, nee. Ja. Oké. Okay. Zeg maar ja. Ja, zeg maar ja. Nou, goed. Anyway, ik ga even over dat leuke takje heen. Hop. Dan kan ik daar ook natuurlijk nog voor kiezen om daar zo ook nog een leuk tekstje bij te zetten. Ja. Oftewel,
Ik ga niet te ver, want ik wil niet de volgende elementje ook weer met het volgende elementje aanpakken. Nee, dus dat heb ik nu zo. Precies, schoon. Dan gaan we de stempel erbij pakken. We rollen hem er weer overheen. Even kijken, het witte weer onder, zoals jullie kunnen zien. Yes. Je ziet dat een heel dun takje is. Dus ook daarbij, voor het mooie, zorg ervoor dan dat je die nog even nakleurt. Want ja, dat is echt mooier. Zo, hij zit hier erop. En ik vind het mooi om hem nog even aan te zetten. Dus eerst even uitharden, want stel je voor, je zet hem aan en hij is niet zo heel mooi, dan kun je het er nog afhalen zonder dat je de onderkant van je stempel eraf veegt. Ja, dat is dan wel weer slim. Dus eerst even uitharden en dan pas nakleuren. Maar ik kan ook gelijk eerst nog even de tekst erbij zetten. En wat zullen we eens nemen? Iets van de blushplaat 1. Ik doe gewoon lekker classy. Waarom niet? Toch? Ja, yes. Nee, vind ik helemaal leuk. We doen classy. Ja. Leuk, hè? En die kleine doodelhartjes en een bliksemschichtje. Ik vind het heel leuk. Superleuke platen zijn dat. Ja, en ik zeg het, maar hier heb je inderdaad niet veel voor nodig. Nee. Want die kleine tekstjes zijn zo leuk. Ja, ja, ja. Ik zeg het. Ik neem niet, er zit nog een hashtagje voor, die neem ik niet mee. Oh, oké. Je doet alleen classy. Ik doe alleen classy. Ja, dat kan prima. Zo, oftewel, we rollen hem eroverheen. En je rolt hem weer af. En daar staat hij hoor, classy. Woep. En even kijken hoor, voor jullie in beeld. Zo, kijk, daar staat hij. Als ik het zo doe, zie ik niks. Dus ik ga hem even naar me toe draaien. Ja, en nou rol jij eigenlijk gelijk. Hè? Je vult de plaat, je rolt je stempelkussen erover. Mm-hmm. Hartstikke mooi, daar staat classy. En rolt dan ook gelijk op de tip. Ja. Nou vinden sommige mensen dat wel lastiger. Mm-hmm. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Dat je dan heel eventjes, als die op je stempelkussen staat... In de lamp? Even voor de lamp houden? Nee, nooit. Nee? Nee. Nee. Dan weten namelijk de lijnen die dan gestempeld gaan worden, waar ze moeten staan. Dus dan zijn ze al een beetje geflashcured, even gefriest. En dan zijn ze ook net zo dun als ze op de plaat staan. Omdat je toch druk zet eigenlijk met je kussen, dus je rolt, je zet toch druk. Kan het zijn dat sommige dunne lijntjes net even iets breder gaan worden. Dus dat geef ik heel vaak mee aan cursisten. Ja, dat en het is gewoon ideaal. Als je op de manier zoals Deborah nu stempelt, dus eigenlijk gewoon gelijk vanaf de plaat oprollen, staat eigenlijk het stempeltje nog steeds op je kussen en kun je hem zelfs twee keer stempelen. Ja, dat kan dus ik inderdaad. Dus hoe handig is dat? Op de ene hand, op de andere hand en door. Allebei uitharden en je hebt je stempel nog sneller gezet. En nu ben jij de stempel eigenlijk een beetje weer hetzelfde wat je net hebt gedaan. Klopt. Een klein penseeltje. Even mooier maken. Hè? Dus even fine-tunen noem ik het maar. Ja, even fine-tunen. Want het is net toch wat mooier als de lijnen van je stempel gewoon helemaal volledig ingekleurd zijn, hè? Zeker, zeker. Het is net wat strakker eigenlijk, dus ik zal hem even omdraaien. Ja, dankjewel. Even iets meer onder. Top. Excuse moi. Dat ga ik even zo, want anders dan... Ja, superleuk. En dit zijn natuurlijk kanten ook weer linergel, dus dit hoef je allemaal niet af te lakken. Nee. Dat kun je gewoon zo... Hè, is je art dan klaar, hè? Klopt. En... wat wou ik zeggen? Ik weet het niet. Er zit ook een heel zacht glansje aan. Dus als je onderste deel dan mat is, is het wel mooi dat dit dan een klein beetje glimt. Heel lichtjes. Als je dat niet wil, dan kun je er altijd nog even met je wipe overheen. Met wat prep en wipe. En dan is het weer mat. Ja, dat klopt. Iris Molenbroek die vraagt me hoe lang flash cure je dan de stempel? Nou, dat is eigenlijk ook nog verschillend. Ik zet mijn lamp aan. En op 30 seconden, ik rol mijn stempelkussen over mijn plaat. En met zwart, en dat moet je even uitproberen. Bij mij in huis is het ongeveer 5 tellen. Dus mijn lamp heb ik aan en ik ga eigenlijk in de lamp, tel tot 1, 2, 3, 4, 5 en ga dan stempelen. Als ik met wit hetzelfde doe, want we hebben ook witte liner gel, doe ik hem eigenlijk alleen maar zo heel vluchtig in het licht van de lamp. Want dat is namelijk sneller
door het wit pigment uitgehard. Dus als ik dan 5 tellen met die witte liner gel in die lamp, dan stempelt er niks meer. Maar dat moet je even uitproberen. Elke lamp is anders. De ene is wat ouder dan de ander, wat sterker dan de ander. Maar dat helpt zeker. En helemaal als je het liner gel stempelen nog niet zo goed onder de knie hebt en dat je dat daar eigenlijk tegenaan loopt, dat je lijnen gewoon lang niet zo mooi zijn dan hoe ze op die stempelplaat staan, kan dit je zeker helpen. Dat klopt. Nou, ik heb alles aangezet, maar we zijn er nog niet, want wat hebben we hier? De Fast Liner Gel. Het blijft een heel leuk spulletje. Ja. En ook heel erg, je kan het wel zien, een plakkerig spulletje. Maar goed, ik leg die even neer. En waar zouden we toch zijn zonder ons dotting tool? Nou, nergens. Die hebben we gewoon eigenlijk altijd nodig. Dus wat ik ga doen met mijn dotting tool, ik wil geen strakke lijnen met Fast Liner. Ik wil een soort krulletje. Dus wat pak ik? Wat doe ik? Ik pak hem op. Ik laat hem heel even ietsje zakken. En dan breng ik hem over mijn design heen. Dus kijk maar even mee. Ik heb hier de Fast Liner. En mijn dotting tool. En als ik hem nu gelijk overheen trek, dan trekt hij hem strak. Ik laat hem heel even iets gaan. En dan een draai erin. Wat je dan moet doen, is meteen uitharden. Oh, en dan niet boven je pot. Dat is niet handig. Maar meteen uitharden. Want dat lijntje, als je dat te lang laat liggen, dan loopt die alle kanten op. Dan wil ik er nog één. En nou is het natuurlijk heel handig dat wij handschoenen aan hebben. Zeker. Hop. Even in het midden, lieverd. Oh. Dat is leuk met die plak, hè? Zo. Even uitharden. Zo. Je hoeft het nog niet volledig, hè? Dat kan je zo meteen wel doen. Maar ik wil even dat hij op zijn plek blijft. Mm-hmm. Iets in het midden. Het is lastig, ik weet het. Met die vastlijnen. Gezellige vastlijnen. Ja. En dan ook nog het midden. En ook nog het midden. Maar, nou ja. Lekker artistiek dit. Ja, hè? Ja. Ja, dat is het party, hè? Klieren. Hop. Vandaar deze handschoen. Ja. Zo. Hey, en je gaat nu gelijk ook met je Flash Cure er even overheen. Ja, ja, ik zet hem even aan dat hij nergens meer naartoe gaat. En wat ik dan nog leuk vind daarbij is altijd of met een klein stempeltje nog wat hartjes erbij zetten. Want dat kan. Want we hebben bijvoorbeeld op de blushplaat, moet ik even zoeken waar ik die heb. Die doodlehartjes, ja, die had je net ja, in beeld. Ja, die kleine hartjes, die zijn zo leuk. Maar die hebben we ook op de Valentijnplaat. Even kijken. Kijk hoe leuk. Of course. Die lots zijn of zo hearts. Leuk. Dus ik denk dat ik die er gewoon bij zet. Gewoon om jullie dat even te laten zien. Die ja, want er is nog plek, hè? Ja, er is maar, nog plek. Maar dit ga je dus nu doen. Je hebt nu die Fast Liner al gezet. Dus nu heb je toch ook nog een beetje hoogteverschillen. Zo, hoe ga je dat dan doen? Dat, dat is niet erg, want het design is zo klaar. Ik ga hem niet meer aflakken, dus dat is prima. Maar ik heb ook geen last van, want ik stempel toch aan de zijkant. Kijk, dat wilde ik even horen. Daar waar geen liner zit. Daar waar geen liner zit, ja. Precies. Ja. Precies. Ja. Je kunt het natuurlijk ook op een makkelijkere manier doen dan eerst de hartjes en daarna die vastlijnen. Ja, maar dit is gewoon iets wat ik erbij bedenk. Ja, dat doe je gewoon spur of the moment nu lekker. Ja, oh, ik mis een hartje. Oh, laat ik dat. Ik mis nog iets. Laat. Ik kan ook gewoon met mijn dotting tool rondjes zetten. Dat kan. Ja, maar dat heb je al gedaan. Oh, weet je wat ook leuk is? Die hartjes. Ja, is leuk. Nou, dat. Pak er een paar op. En zoals jullie kunnen zien, zijn ze niet allemaal even mooi. Nou, die niet zo mooi zijn, die haal ik eraf. Ja. Ja, jij doet het ook weer met onze grote vriend. Ik doe het zelf met het kaartje van de scraper, zeg maar. Ja, kan ook. Dat plakt dan. Even in beeld, Oh, excuus. Ja, bedankt. Kunnen we iets meer zien? Ik hou die er even af, dat is makkelijker. Het is zo. Anders wordt het zo beeld. Ik wil er daar een paar. Kijk, het is toch leuk. Ja, leuk. Dus zo. Nou, zie ik nog een klein waarsje hier zo, maar daar hebben we onze awesome friend voor. Die kun je daar ook weer voor gebruiken. En daarna ga je dan volledig uitharden. En nu zet ik hem zo meteen in de lamp. Ja, helemaal goed. Cornelia die vraagt ondertussen, kan je alleen met liner gel stempelen? Nee. Je kunt met ontzettend veel andere producten stempelen. Waaronder je ook kunt mee stempelen is stempellak, onze Long Lasting NXT. Nail polish. En die hebben we in heel veel verschillende kleuren. Dat is gewoon nagellak. Ik gebruik
zwart heel veel, wit, de goud, zilver zijn ook super mooi en fijn om mee te stempelen. Maar we hebben ontzettend veel andere kleuren waar je ook mee kunt stempelen. Daar kun je ook nog weer heel veel leuke dingen mee doen. Omdat lak natuurlijk droogt aan de lucht. Met liner gel kun je ook weer leuke special effects geven. Maar je kunt ook met pigmenten stempelen. Ook met neonpigmenten. Ontzettend veel dingetjes. Heel leuk. Er staat een e-workshop, stempelen. Die ik een tijd geleden heb gegeven op ons Magnetic Nail Talk. Op YouTube. Dankjewel, Gillian, in mijn oor. Ik was het even kwijt. Op ons kanaal op YouTube. En die kun je even terugzoeken, Cornelia. Zoek maar gewoon even in de zoekbalk. Jessica, stempelen. Nou, dan kom je en dan kun je gewoon echt je hart ophalen. Want daarin vertel ik ontzettend veel over waar je allemaal mee kunt stempelen. En natuurlijk hebben we ook heel veel losse demo's staan. Zoals Aletta heeft ook super gave designs met stempeltjes gedaan. Zoals zij het altijd noemt, stempeltjes. En dus je kunt echt op YouTube kun je je hart ophalen. En leer je alles over waar je mee kunt stempelen. Deborah, ja? Ben jij klaar met dit design? Ja? Ja, hè? Ja, ja dus... Nou, zal ik... Oh ja? 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 Even kijken. Ja, oké, eventjes het eindresultaat. Ja, wauw. Het is gewoon speels. Het is net galgje als je er zo naar kijkt. Ja. Hey, en die fast liner, die hebben we in het zwart en in het wit natuurlijk. Ja. En die vraagt ook 1,5 minuut uithoudingstijd. Ja, want dat is wat dikker. Ja. Dus en? Dat is zeker belangrijk. Ja, zeker belangrijk. En kun je dus ook op een top dragen. Ja, want hij heeft geen plaklaag. Nee. En je kunt die plaklaag, maar dat is weer een heel ander verhaal, ook leuk weer dingetjes mee doen, hè? Ja. Ja. Ja, maar dat is dan met folies en zo. Ja, precies. Superleuk. Precies. Maar dat is weer een andere workshop. Maar kijk mee, want we kunnen ook nog dit ermee maken. Kijk, het lijkt erop, maar het is weer net iets anders speels. Kijk nou, wat een gezelligheid. Ja, toch. En dat zijn gewoon snelle designs. En klanten vinden dat gewoon helemaal leuk. Dus ik leg deze erbij. En dan hebben we hem zo. Oh, Iris die reageert. Sorry. Ja, echt prachtig, Deborah. Sorry hoor. Nou, ben ondertussen naar de vragen en de opmerkingen van mensen. Ja, nou ja. Nee, het is echt heel erg leuk. Zo. Super, super ja, leuk. Ja, toch? En je hebt hem nu dan, hè, pastelkleurtjes ondergrond. Maar je kunt het op allerlei ondergronden doen. Je kunt het zelfs, komt-ie, op zwart. Kun je dat ook doen? Nee. Ook heel erg leuk. Op zwart? Ja, zeker. Ja, maar superleuk. En jij zou dit natuurlijk ook weer op alle 10 dragen, hè, Deborah? Ja, ik denk wel. Ja, jij wel. Nou ja, misschien niet op alle 10, maar op 8 of zo. En dan de duimen niet. Nee, gekheid. Nee, gewoon ook op... Nou, ik denk die op de ringvingers. En dan eromheen die mooie blueberry kleur, bijvoorbeeld. Want die is echt heel erg mooi, maar dan niet glanzend. En dan die nagels met die art matlagen. Ja. Nou, ik denk dat je de variatie daarin die is zo breed is. Dus ik zou daar gewoon lekker mee spelen. Natuurlijk, dat is geen probleem. Nee. Wil je er nog geen, Jess? Of, nou, ik wil heel eventjes, want er zijn een aantal opmerkingen. Iedereen is natuurlijk helemaal ik zit met verrukt smart. Van jouw eindresultaten. Smart, ja, we zijn helemaal smart. In love. En houden van al die kleurtjes. Ik denk dat iedereen daar blij van wordt. Hè? Ja. Lydie reageert, wat een heerlijk design. Ik word er helemaal happy de peppy van. Snap ik. Is ook een en al gezelligheid. Pepijn reageert, wat leuk, met uitroeptekens. Want het is ook echt heel erg leuk. Hoi Pepijn. Hoi Pepijn. Nou, Cornelia die reageert, wauw. Ja. Anja ook. Dank jullie wel. En nou, super gave designs, echt geweldig. Even kijken, want dan wil ik eventjes naar Iris Molens, een molenbroek, die reageert. Ik heb laatst op Pinterest iets gezien met wit en neonpoeder. En dan... Kraakt het, denk ik dat ze er geschreven heeft. Ja, dat wit is masterpaint. Ik weet precies welk design. Super tof. En dat doe je dan op je stempelkussen. Heel erg gaaf. Oh, de craquelé effect. Ja. Aha, ja, dat is leuk. Ik ga binnenkort nog een neon workshop doen. En dat ga ik dan ook doen in Kaatsheuvel. Superleuk. Hier, Gerry die reageert. Zou je door liner gel ook een glitter of een drupje glitter polish kunnen doen? Ja, glitter, ja, dat kan. Ja. Oh, je bedoelt echt om te verwerken, bedoel je? Ja, dat kan wel, hè, Deborah? Om te lijnen, bedoel je alleen? Ja, de liner gel. Ja. Zou wel kunnen. Ja, dat kan, natuurlijk. Alleen niet te veel glitter gel polish als je in een liner gel werkt. Want dan is het geen liner gel meer, dan wordt het gewoon een gel polish. Want dan wordt hij te dun. Dus niet te veel. Glitter kan natuurlijk wel, alleen ook weer niet te veel, en dan wordt hij weer te dik. Dus je moet een beetje de verhouding daarbij zoeken. Ja. Maar ja, dat kan, want dat doen we eigenlijk continu. Dus ja, dat kan zeker. Tuurlijk. En altijd uitproberen. En heel vaak kom je ontdek je dan gewoon. Wat niet kan, kan toch. Echt dat je denkt, hoe dan? Nou, dat gebeurt gewoon als je dingetjes aan het uitproberen gaat. Ja, dat krijg je hele toffe eindresultaten van. Dat doen wij niet anders, hè? Nee, inderdaad.
Nou, ze reageren. Oh, laat de zon maar komen met die kleurtjes, Carolita. Superleuk dat je ook meekijkt. Ja, inderdaad, ben ik helemaal met je eens. Gerry zegt, ja, dat bedoel ik. Super fijn. Zodat je zwart een glimmertje krijgt. Nou, inderdaad. Ja, maar dan moet je wel ervoor zorgen... Uitproberen. Dat het een glitter is die er ook doorheen komt. Dus niet dat het een soort transparante glitter is, want die vervalt. Die zie je dan niet meer door het zwart. Dus je hebt twee nodig, zoals de Starburst. Die verfijnd is, maar heel goed aanwezig. Want anders kun je het mengen. Maar als het een transparante glitter is, zo, heel moeilijk. Transparante glitter is, dan valt die weg. Omdat het zwart natuurlijk heel donker is. Ja, klopt. Dus dan zie je het niet meer. Maar we hebben ook wit. Dus daar ja, zou je wit wel kan mee je kunnen. Alles er doorheen koetsen. Snap je? Ja, ja. Nee, ja. Helemaal leuk. Dit was je design nummer 2. Ah, ja. En ik wil heel eventjes nu de dames, iedereen die kijkt, alle kijkers even meenemen. Oeh, we gaan heen. Mag dat, Deborah? Ja, ik ben benieuwd. Heel fijn, heel fijn. Want we hebben natuurlijk winnaars voor jullie. Voor e-workshops. Elke maandagavond worden er winnaars van de afgelopen e-workshop bekendgemaakt. Nou is de afgelopen e-workshop helaas... door technische storing eigenlijk in het weekend kon ik online gewoon niks. Ik kon geen foto's bekijken, niks. Dat is maandags wel verholpen, maar daardoor kon ik dus geen winnaars meer op tijd uitgekozen hebben. Zodat ze vorige week bekendgemaakt zouden gaan worden. Dat betekent dat ik vandaag voor 2 e-workshops 3 winnaars mag uitkiezen. Dus 6 winnaars in totaal. Zo. En dat wil ik even met de kijkers gaan delen. Zijn jullie er klaar voor? Oké, de allereerste, ja, gromgroffel. De allereerste e-workshop, die was van Team Brabant. De introductie van Team Brabant, supergezellige show was dat. En de huiswerkopdracht was, combineer alle verschillende technieken van die avond in 1 set. Nou, en daar heb ik, in overleg natuurlijk met het team, Linda die heeft met de meiden overlegd en alle foto's, ja, met ze besproken. En zij zijn gekomen tot deze 3 winnaars. Nummer 1 is Anne van der Sluis. Kijk nou toch eens. Super, mooi, super mooi. Echt ontzettend mooi. Ik vind de kleurencombi ook geweldig. Leuk die foto ook ernaast, hè? Goeie kleur ook, hè, die blueberry. Goeie kleur, ja. Nou, hè. Dus dat is nummer 1. Van harte gefeliciteerd. Nummer 2 is Anke van den Berg. Nou, ook weer een lila. Superleuk. Ik vind de foto's ook zo erg leuk met die bloemachtergrond. Heel cute. Heel erg leuk gedaan. Nou, en nummer 3 van deze e-workshop is Deborah Smit. Goeie naam ook. Ja, hè? Ja, dat is het waarschijnlijk. Ja. Ook weer prachtige kleurencombi. En ook weer dat lila, hè? Dat is toch wel hip en happening. Ja. Ja, super, super fijn. Van harte gefeliciteerd. Ontzettend bedankt voor jullie deelname. En natuurlijk ook alle andere kijkers die hebben ingezonden. Ontzettend bedankt. We hebben echt genoten. Ja, jullie zijn winnaars. Maar van wat? Wat hebben jullie dan ook alweer gewonnen? Een workshop naar keuze. Nou, dat is tof, hè? Dat is vet. Dat is een te gek gave prijs. Dat is wel heel tof. En ja, hoe komen we hierachter? Wat deze 3 dames dan, hè? Welke workshop? Ja. Daarvoor mogen jullie contact opnemen met Linda. Onze lieve eigen Linda Magnetic kun je natuurlijk benaderen via Messenger. Je kunt Kaatsheuvel, Magnetic Brabant natuurlijk even bellen. E-mail, noem het maar op. En dan kun jij met Linda natuurlijk in discussie wat jullie willen gaan volgen. Wat er allemaal te volgen is in Kaatsheuvel. Superleuk, van harte gefeliciteerd, lieve mensen. Komt er nog eentje. Want afgelopen e-workshop was natuurlijk Luelle. Die ging voor de allereerste keer echt helemaal alleen, live, samen met Pepijn, Blush Meets Power Gel. En haar huiswerkopdracht was, maak 1 set Blush Meets Power Gel. Nou, daar zijn ook weer ontzettend veel inzendingen voor geweest. Ook weer smullen dit. En voor Luelle natuurlijk ook heel erg leuk om voor het allereerst dan te zien wat ze allemaal als huiswerk inzendingen krijgt. En ook zij heeft vandaag haar blik geworpen op en besloten dat deze dames hun prijs hebben gewonnen. Nummer 1 is Rachel of Rachel. En de achternaam ga ik me niet aan wagen. Maar van harte gefeliciteerd. Supermooi. Ja, echt. Nee, hele mooie set. Supermooi gedaan. Rachel/Rachel. Mooi. Nummer 2 is Lily. Lily Addink. Echt, ik vond dit echt een hele, hele mooie. Met die arten ook nog weer op. Mooi, hè? Ja. Echt goed gegraveerd ook, die tweede foto. Ja, 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 van harte gefeliciteerd, Lidie. En last but definitely not least is geworden
Bianca van Steenderen. Super, super leuk. Ook verschillende foto's geprobeerd, hè? Wat is leuk? Waar komen die foto's het mooist op uit? Dus ja, ontzettend gefeliciteerd. Gefeliciteerd, dames. Van harte, lieve allemaal. Nou, ook jullie hebben een prijs gewonnen. En wat is dat nou ook alweer? Ta-ta-ta-ta. Deze prijs hebben jullie allemaal gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Hier word je toch helemaal blij van? Een geweldige prijs. Ontzettend gefeliciteerd. Allebei de prijzen worden naar jullie alle zes. In ieder geval de laatste drie, die worden opgestuurd. En de eerste drie, dat krijgen jullie te horen zodra jullie met Linda in contact zijn geweest. Ontzettend veel plezier alvast gewenst met die workshops die jullie gaan uitkiezen. En bedankt voor het meedoen allemaal. Dus nou, dat wilde ik even met jullie meenemen. Ik lees dat iedereen van harte gefeliciteerd. Ontzettend veel mensen reageren. Dus ja, superleuk. Superleuk. Dat was eigenlijk wel mijn verhaaltje voor nu, hoor, Deborah. Kijk, ik kan nu nog wel zeggen, het huiswerk is zo en dat allemaal. Of zeg je van, nee, ik ben toe aan de volgende. Het volgende design. Hij is al af, man. Echt? Ja, joh. Ik klets weer te veel, hè? Sorry. Nou, het maakt niet uit, ik doe er gewoon nog één. Geen probleem. Mijn tip staat namelijk al klaar. Kijk maar. En de onderkleur is de prachtige kleur. Ja. Erotic decency. Ach. Hij is toch zo mooi. Ik kan er al een uur naar kijken. Maar hij is nog niet af. Nee, dus hij is heel mooi. Een beetje kleur. Een beetje kleur. En we gaan... aan de slag met de White is White Gel Polish. Oké. Okay. We gaan nu iets anders doen. En ik ga ook... Je mag het natuurlijk gewoon met een penseel doen, maar ik ga het weer met het kwastje doen. Even iets meer in het... Nog meer. Ja, nee, helemaal perfect. Helemaal perfect. Zo. Oké, in deze Erotic Decency ondergrond is 2 keer gelakt. Ja, en is nog plakkerig. Ja, plaklaag zit erop, maar hij is niet nat, zoals met je eerste design. Nee, hij is niet. Het is geen wet and wet. Nee. Hij is uitgehard, maar er zit geen topcoat overheen. Dus hij plakt nog. Oké. En dan breng ik hem een beetje hierheen. Een soort schuine French. Wees niet bang, het hoeft niet te netjes. Kijk, dat is leuk. Ja, hè? Het hoeft niet netjes. Het hoeft niet te netjes, yes. Je oh, niet te netjes. Het. Nee, okay, sorry. Nou, niet te gek maken. Hè? Nee, ik zou niet durven. Nee. Precies. Nou, deze zal ik even flashen. Dan kan ik gewoon in beeld blijven. Ja, oké. Okay. Want het is gewoon een dunne laag. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Dat je wel dun. Want als je te dik gaat en je flasht, is mijn ervaring, dan kan die gaan rimpelen. Ja. Dus, met wit minder gauw. Ja, dat is waar. Met zwart zou ik dit niet doen. Nee. Met zwart zet ik minder lamp. Maar alhoewel, de flash is echt wel heel sterk. Dus als ik de flash er zo bovenop hou, ook met zwart, dan lukt het gewoon. Maar dan moeten wel de batterijtjes nieuw zijn. Maar voor de veiligheid, zet hem even in de lamp. Precies. Dan heb ik hier de hele mooie, pink. Hoe heet die? Nee. Oh. Nee. Okay. Ik trap daar niet in. Nee, oké. Okay. Hij is ik mooi. Ik ken jou veel te lang, Jessica. Echt, hè? Ja. Wat ga je nu met die doen? Want je hebt ook een huiswerkopdracht, hè? Want er staan dus gel polish kleuren. Maar dit is dus wat jij dan bedoelt, hè? Precies. Okay. Ik ga met deze gel polish, de pink, ga ik over het wit heen. Dus kijk maar mee. Ik ga dezelfde weg volgen die ik eerder afgelegd heb met mijn witte kwastje. Dus let erop dat je er niet helemaal keihard overheen... En waarom doe ik eerst wit onder? Dan komt mijn roze gewoon wat mooier uit. Nou, dat wou ik net vragen. Ja, maar dat hoorde ik. Ik heb dat voorzienend, hè. Zet allemaal door. En tuurlijk zou je deze kleur ook wel zo fel hebben gehad... als je dus 2 laagjes... Ja. Maar dan nog, is met niet dit zoals witte nu. Onder is die nog mooier. Iets feller, hè? Ja, toch mooier. Dus deze, omdat het ook een lichte kleur is... kan ik het ook met mijn flash doen. Echt. Ook dit is een vriendje, hè? Ja. Man... Het is op mijn lijf geschreven. Maar echt. Eigenlijk hoort mijn naam erop gewoon te staan. Dus weet je. Maar het geeft niet. Het is gewoon mijn kind. Zo. Even goed meenemen. Ja. En als laatste doe ik altijd hem even helemaal erop. Ja. Zodat ik hem door en door pak. Maar ja, hij is zo sterk met nieuw batterijtjes. Kijk maar. En zo helemaal top. Dan hebben we een beetje bezemtop. Dat hadden we net al op het palet neergelegd. Ik leg er een druppie naast, want ik weet niet of deze nog doet inmiddels. Maar ik leg er gewoon een nieuw laagje bij. En dan ga ik met mijn detailer, die nog een heel klein beetje, ik had er al uitgehaald, maar nog een klein beetje pigment bevat.
Dus ook eigenlijk niet zo heel erg, maar toch haal het uit. Zo, er doorheen. En dan ga ik langs de lijn, keel. Langs de lijn, of op de lijn eigenlijk staan. Ja. Van mijn erotic decency en mijn pink. Oké. Okay. Dat ga ik zo aanbrengen. En hier breng ik hem wat meer omhoog. Ja, of naar beneden. Het is mooi. Ja, het is hoe de kijkbuiskinderen het zien. Precies. Natuurlijk. Hè? Ja. Precies. Zo, dus een beetje speels. Want wat hebben wij nou? Wij hebben hele leuke dingetjes. Ik pak ze er even bij. Wij hebben namelijk die geweldige neon inlay. Ja. Die zijn toch zo leuk. Ja, die zijn geweldig. Verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren. Ja, prachtig, en nee, als jij ze koopt, staat er niet nee, daar staat mijn naam op. Excuus, dat is alleen nee, maar omdat ik leuk. Voor de les ze meeneem. Als ik ze voor de les meeneem, dan weet ik dat als ik ze even uitleen, dan staat gewoon mijn eigen salon. Maar is niet belangrijk, die zijn gewoon van Magnetic. Ja. Alleen dat staat er even op. Nee, even. Maar dat is handig. Want het is heel handig. Dus ik zou inderdaad het adviseren. Ja. Dus, en welke pak ik nu? Dat is deze. Die prachtige roze. Kijk eens hoe mooi ze zijn. Ja, en ze hebben ook verschillende elementjes, hè? Sterretjes, ja. Hartjes, ik zal ze ook even rondjes. Allemaal open laten zien, want dan kun je zien hoe prachtig ze zijn. Ja. Want dat zijn ze. Oh, er reageert iemand. Carolita, die reageert. Nee, Deborah, niet de flashlight met jouw naam, maar een mooie crystal box bij Deborah. Ja, dat was misschien nog wel ietsje ja, beter inderdaad. Ja, misschien ook wel. En Magda reageert. Love the neon inlays. Oh, ja, I love them prachtig, too. Prachtig, hè? Beautiful addition to any design. That is so true. And true. Even more awesome. Hè? Nog meer geweldig als je het aflakt met mat. With a matte topcoat. Love it, love mm-hmm, it. Mm-hmm. Ja. Bling bling, zegt Gemma. Bling, ja, bling, zeker ching, ching. Weten. En Priscilla die reageert, Jessica. Ja, echt super handig. Want zij heeft gisteren voor het eerst met die flashkuur gewerkt. En ze is er heel blij mee. Ze heeft de eerste keer met PowerGel Nieuws gewerkt. En toch tussendoor even kunnen flashen. Fijn, ja, hè? Fantastisch, hè? Zo fijn. En kon daardoor mooier verder werken. En op het einde gewoon volledig uitharden. Ja, wij worden er heel blij van. Zo simpel door, hè? Echt, het is zo fijn. Ja. Nou, iedereen is helemaal blij. Oh, ik word hebberig van al die glimmertjes. Ja, we zijn toch allemaal meisjes, hè? Ja. Meisjes houden van glittertjes. Ja. Dat is gewoon zo. Ik iets minder, hoor. Ik heb daar iets mee. Het snap ik. Mm-hmm. Snap maar, ik. Maar dat geeft niet, dit hoor. Dit is lastig voor je, dit vanavond. Ja, dit is best een moeilijk item, maar ik doe het voor jullie. Dank je. Echt met liefde. Dat doe ik echt. Dus kijk even mee, want hier staan ze zonder. Tada! Ja, hoe mooi. Hoe mooi wil je ze hebben. Dat is toch prachtig. En het leuke is, want ze zijn eigenlijk toch clear. Ze hebben wel kleur. Ja. Maar ook een beetje clear. Ja, clear ze zijn semi-transparant. Dus ze nemen ook een beetje wel de ondergrond aan waar je op werkt. Daarom pak dus die blauwe is bijvoorbeeld heel gaaf op een lila. Wordt dan toch een beetje meer lila. Ja. Probeer het uit. Echt, je hebt ontzettend veel mogelijkheden. Doe er wat wilds mee. Maar goed, naar Deborah, want het glimmert daar. Ja, want ik had natuurlijk die beige top neergelegd, die denk ik inmiddels de afgelopen is. Maar ik heb even gekeken. Hij redt het nog. En ik ga nu op mijn mooie ondergrond, de pink, ga ik deze roze neon inlay leggen. Dus kijk even mee. Wat Jess al zei, hij bestaat uit diverse elementjes. Er zitten hartjes in, er zitten sterretjes in, er zitten hele kleine dotjes in. Er zit eigenlijk van alles in. Nou, ik doe het even grof laten zien, dan kunnen jullie het een beetje zien zo. Natuurlijk kun je ook, als je alleen de sterretjes wil, ze even op een paletje leggen. Ja. En dan kun je gaan kiezen. Maar in dit verhaal maakt dat niks uit. Nee. Ondertussen, want we hebben natuurlijk wel een heel kletsverhaal er tussendoor gehad. Die bezen top die is wel lekker op zijn plek blijven liggen. Ja. Of een beetje bij moeten leggen. Nee, ik heb niks bij overleggen. Dat komt omdat ik hem niet te dik gelakt had. Nee, oké. Okay. Dus het is eigenlijk meer een lijmlaagje wat je hebt eigenlijk is het gewoon een gelegd, plaklaag. Hè? Ja, klopt. Dus een dun laagje, dan komt het allemaal goed. Dan is er niks aan de hand. Wanneer je het te dik neerlegt, dan loopt het natuurlijk helemaal weg. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus hij ligt nog perfecto op zijn plek. Ik leg hier die rondjes neer. Kijk eens even. Ja, super, 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 super. Past echt perfect bij die kleur. Daar word je toch alweer helemaal greedy van. Echt heel erg fijn. Ze zijn ook niet te dik. Nee. Dus je kunt er ook mooi één topje overheen en that's it. Maar ik denk niet dat dit dan... Nee, het blijft dan weer niet want zo. Want het is zo al leuk, hè? Ja, eigenlijk wel. Vind het zo leuk, laat het zo. Ik ga er nog iets mee doen. Ik cure hem. Het ligt natuurlijk in de bezemtop. Nou, dat is super dun. Dus wat heeft het nodig? Een paar seconden. En dat gaat helemaal nergens meer naartoe. Wat nu wel belangrijk is, dat ik hem ga aftoppen. En aftoppen bedoel ik daarmee te zeggen dat ik er een lak overheen ga zetten. En ik leg er overheen
de Supreme Finish. Die ga ik er nu helemaal overheen lakken. Want het zijn dunne elementjes, maar toch lak ik hem af, want ik wil er nog iets overheen schilderen. Dus dat ga ik even doen. Mm-hmm. Als je het denkt, het ligt toch wat hoger dan ik wil, pak een wat dikkere topcoat. Zoals bijvoorbeeld de Magic Shine. Dat kan ook. Die heeft iets meer volume. Ja. Dus hij pakt dan iets meer je elementjes in. Vind je het spannend? Denk je, het ligt te hoog? Pak je Magic Shine. Die is ietsje meer van dikte dan de Supreme Finish. Die is net wat dunner. Je kunt natuurlijk ook even een tussenlaagje bezentop pakken. En kan dan allemaal. Dan de keus. Ja, True Color hij ligt al in de bezentop. Ook een iets vollere lak. He? Wat zei je? De True Color vind ik ook een iets vollere lak. Is ook voller. Dus die zou je ook kunnen gebruiken. Maar hij ligt bij mij natuurlijk al in de bezentop. Ja. Dus hij is eigenlijk al vrij egaal, zoals je kunt zien. Ja. Nou, super. Even onder top, alsjeblieft. Ja. Ja, goed. Het is zo al leuk. Als je je rand mooier zou maken, dus je roze verfijnder zou aanbrengen, is dit eigenlijk ook prima. Maar deze doe ik even 1,5 minuut in de lamp. Want dit is in theorie mijn eindtoplaag. In dit geval geen 1,5 minuut, maar 30 seconden, omdat het een tip is. Maar ik zeg het even 1,5 minuut voor jullie, omdat dat moet op een hand. Want dan is gewoon 30 seconden niet genoeg. Maar voor een tip, prima. Dat heeft niks te houden, dat heeft niks te leiden. Dus een tip, 30 seconden, prima. Wil je oefenen op een tipje? Even kort in de lamp. Maar voor op een hand, absoluut 1,5 minuut. Dus echt wel heel belangrijk nu, dus even kort. En daarna gaan we door. Ik heb op mijn paper palette al een klein mixje gemaakt. En dat mixje bevat Cerisa Sweeties, de Licorice Black. Of de Black Licorice en de Liner Black. Dus het is nu een wat dunner substantie. En heb je dan welke verhouding? 50? 50-50. Ja, ja? Ja, okay. Ik heb in dit geval gewoon een beetje 50-50 gedaan. Want ik wil er eigenlijk lekker mee kunnen schilderen. Nou, mijn tip is uit de lamp, dus daar hebben we hem. En het voordeel is, kijk, dit is gewoon een topcoat. Hoeft niet mat te zijn in dit verhaal, want omdat ik hem ook gemengd heb, is die vrij glad. Dus hij gaat ook makkelijk over mijn nagel heen nu. Ach, zo is het ook al leuk, hè? Zit hier een beetje op dat plakkertje. Maar dat geeft niet. Ik ga door mijn Nee, als je straks klaar bent, dan kun je dat mooi wegveilen. Dus dat is geen probleem. Nee, Oké, wat ga je doen? Ik ging, daar ben ik, door mijn mixie. Door mijn mixie. En ik draai mijn tip even rond. Zo. En dan kun je dat beter zien. En hier ga ik overheen. En het voordeel is, de topcoat zit erop. Dus is het niks, vind je het niks... Denk je, dit is echt helemaal mislukt. Oké, je net er zo weer afhalen. Oké. Dat is dan wel weer fijn. Je ondergrond blijft gewoon wel beschermd. Juist. En jij kunt nu gewoon lekker een leuke... Knutselen. Knutselen. Ja, knutselen eigenlijk. Je bent cirkels aan het schilderen. Ja, een soort halve cirkels. Ja. En je volgt nu een beetje... De lijn die je al hebt gemaakt, dus je gaat naar boven. Ja, dat doet me wel denken aan vroeger. Dat soort art maakten wij vroeger ook altijd. Ja. Dat we echt zo half en dan mooie bloemen schilderen. Ja. En dan een soort netje erachter. Ja, cool, dat was heel leuk. En het leuke is, want ze schildert nu dus over die neon inlays. Dus je hebt nu eigenlijk elementjes waar zo pling echt iets uittwinkelt. Dus dat is wel heel erg mooi. Nou, super, super. En je gaat eigenlijk nu gewoon helemaal naar... Boven toe? Niet helemaal. Ik stop ongeveer hier met de grote ring. Ik ga hem wel helemaal doortrekken, maar niet helemaal zo grof, zeg maar. Nee. Want dat vind ik dan weer niet zo mooi. En ook niet te dik, hè? Maar ik ga er zo nog wel iets meer volume aan geven. Alleen ik wil eerst mijn lijnen erop zetten. Dus wat we nu hier hebben. En je ziet hoe mooi die lijnen, of die lijnen, die glitters er doorheen komen. Want dat is gewoon super tof. Ja, echt heel mooi. En het voordeel is, omdat je nu die mix hebt gemaakt, is dat je je lijntjes ook wat vloeibaarder hebt gemaakt. Ja. Dus dat het schilderen in sommige gevallen gewoon ook iets makkelijker voor je zou gaan. Liner gel is natuurlijk wat stugger en dan heb je iets meer controle. En door de mix met de Cerisa Sweeties, ik hou meer van 80-20, dus 20 Cerisa Sweeties, 80 liner gel. En een ander, zoals Deborah, die kiest weer 50-50. Het voordeel hiervan is dat Cerisa Sweeties, die heeft natuurlijk ook geen plaklaag, maar die is shiny. Ja.
als die klaar is, als die is uitgehard. En dat voordeel heb je nu dus. Door die Cerise Suites in die mix heb je zo meteen shiny elementen. Ja, zwarte, leuke swirls eigenlijk op die shiny ondergrond. Dus ja, het is een soort helemaal ketting. Helemaal leuk. Hè? Ja, een soort ketting. Ja, inderdaad. Super, super leuk. Natuurlijk kun je dit ook doen met wit, hè? Ja, maar er komt nog wit bij, hè? Ja. Oh! Ja. Ja, je denkt dat ik zomaar klaar ben. Nou, yes. No, no, no. Lydia Adding, die vraagt ondertussen, welk penseel is dit? Dus ik heb eventjes benoemd, hè. Ah, dat ja. Een hele oude. Die ja, ik kan het ook even met de rhinestone penseel doen. Ja, maar goed, zij herkent hem er al niet meer uit te nemen, want hij is ook al zo oud. Staat het er nog op? Nou, het is ook al bijna niet meer te lezen. Zie je, het is nee, helemaal... Ja, het is al 100 keer schoongemaakt. Ja, dat bewijst alleen maar weer, Lydie, dat als je veel liefde geeft aan je penselen, dat je er ook echt heel veel liefde lang van terugkrijgt. Nou ja, het is gewoon zo, hoe meer haren eruit vallen, hoe fijner ze ja. werken. Heel vaak. Ja, inderdaad. Nee, maar heel erg leuk. Het is echt super fijn om te zien. Dat hebben wij. Ja. En nu ben je eigenlijk een beetje aan het... Ietsje meer dikker volume. Maken, voller maken, ja. Her en der. Ietsje meer hier en daar. En deze, ja, die gaan wel even 1,5 minuut in de lijn. Ja, oké. Okay. Het is niet heel dun, deze laag. Dus. Ja. Nou, ze zijn echt helemaal leuk. Etty reageert echt heel gaaf nu al. Even onder top, schatje. Oh, excuse. Dank je. Ja, nee, komt door het zwarte, Etty. Zeg je. Ja, maar het is echt een knalkleur. Zo veel mooi. Echt. Ja, ik wou eigenlijk helemaal geen zwart doen. Gassie, maar ik hou ook heel erg van zwart. Bedankt. Nee, schat, ik ben ook gek op zwart. Ja. Dat is ook mijn second color. Ja. Zo. Ja, maar ik hou van zwart, omdat kleuren dan zo dus veel gaan knallen. Dus ik doe nu even wel 1,5 minuut in de lamp. En daarna ga je nog met wit. Daarna ga ik er nog bezig, heel dun langs met wit. Dus ik maak even een penseel. Ik ben heel benieuwd en heel benieuwd. Ja. Ook heel erg belangrijk om dan niet te hoog gaan werken. En, want dan krijg je ook weer uithardingsprobleempjes. Ja. Zal ik ondertussen maar even het huiswerk doen? Want deze moet even uitharden. Dus we weten nu ook wat er bedoelt als ik jullie nu die huiswerkopdracht laat zien in beeld. Dankjewel, Gillian. Screenshot. Maak 4 verschillende neon designs met pigmenten. Check. Stempels, check, handpainting. Heb ik nog niet gezien. Gel polish kleuren, snappen we nu. Check. Hier zitten regels aan verbonden. Kom maar door. Want je hebt 2 weken de tijd, dus tot 13 juni, de tijd om je huiswerk in te sturen. Die kun je alleen insturen via de link die in het album Neon Art staat. Boven onze pagina te vinden op Nail Talk Live. Als er nog verbeterpunten zijn, neemt Jessica, dat ben ik, contact met je op. En dan krijg je nog een herkansing. Natuurlijk. En heel belangrijk, vergeet niet je step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen. Dat hoeven er niet 30 te zijn. Ik wil wel graag begin, midden, eindresultaat van jullie zien. En dan kan ik het ook gewoon het beter beoordelen. Het is gewoon super jammer dat ik alleen een eindresultaat en een begin en niet snap hoe jullie daar zijn gekomen. Dan snap ik dat wel, maar ik wil het graag zien. Vind ik leuk, vind ik gezellig. En dan kan ik jullie nog een betere feedback geven. Dus dank alvast. Heel benieuwd naar al jullie inzendingen. Oké, nou gaan jullie al die moeite doen. Natuurlijk voor het fameuze e-certificaat. Dat is natuurlijk de prijs. Maar jullie kunnen nog een prijs winnen en dat is deze. Deze prijs heeft Deborah bedacht. Jullie krijgen niet 1, 2, maar 3 neonpigmenten. En als prijs kunnen jullie dan ook de Liner Black, de Liner Gel Black verwelkomen. En de extreem matte top gel, echt, ik kan er niet meer zonder. En dan ook nog een stempelplaat. Ja, en sorry. Volgens mij is dit de blush stempelplaat. Yes. Geweldig, met de simplicity art. Helemaal hot, hip and happening nu. Trendy, echt on spot. Naast als je al natural nail treatments aanbiedt in de salon, is dit net even dat kleine beetje extra, waardoor je snel ook een art kunt knallen eigenlijk op die prachtige nagels die je net hebt gezet. Dus ja, je weet waar je het voor doet, hè? Absoluut. Nou, het is nu nog steeds mei. We zitten bijna in juni en dat betekent er staan nieuwe e-workshops voor jullie klaar. Nu hebben we aanstaande maandag. Die kunnen we schrappen, want dat is een feestdag. Tweede Pinksterdag. En dus dan zijn we er niet, zijn we allemaal thuis. Hoewel, ja, ik kom uit Schiphol, ik ben dan het weekend, moet ik werken. Dus ik rij weer naar huis. Ik hoef geen huiswerk na te kijken. En dan hebben we die week erop, is de eerste e-workshop van de maand juni. En dan ben ik aan de beurt. Dan ga ik jullie meenemen in
het geheim van Unicorn Meets Art. Jullie hebben misschien al wel iets gezien op mijn socials die ik pas geleden heb gedeeld. Ik draag het nu ook zelf op mijn nagels. Ontzettend veel reacties op en de vraag ook, wanneer laat je dit zien? Daar was ik nog niet helemaal over uit. Ga ik het in een demo laten zien in Nail Talk Live in de show natuurlijk? Ga ik er een les in geven? Hoe handig is een e-workshop dan? Dus ik ga jullie dan meenemen en vertellen hoe ik dit heb gemaakt. Super simpel en echt toe te passen in de salon. Nadeel is dat elke klant het nu wil. Vandaag heb ik in de salon gewerkt en iedereen wil Unicorn Meets Art. Snap ik, want hij is echt heel erg tof. Nou, na mij is de beurt op de maandag aan Sarissa. En Sarissa die gaat jullie meenemen in PSN Next Level. Ja, hartstikke interessant. Ik ben echt heel erg benieuwd, want ik ken natuurlijk al wel PSN. Maar wat betekent dan Next Level? Nou, ik ga zeker kijken. Moeten jullie ook doen. En ik weet zeker dat Sarissa jullie weer van alles gaat vertellen. En dat jullie denken, oh, want dat kan Sarissa, hè? En dan denk je, nou, hoe simpel kan het eigenlijk zijn? Tips en tricks van Sarissa. Dus ja, be there or be square, zeggen we dan. En dan is Sylvana aan de beurt. De week erna op de maandag. En Sylvana, die gaat jullie op maandag 27 juni vertellen. Broken Crystal Inlay. Ik ben heel benieuwd. Broken Crystal Inlay. Wat zou dat nou zijn? Ik ga ook dan weer kijken en natuurlijk al jullie huiswerkopdrachten behandelen. Dus ja, heel erg leuk. Ik ben benieuwd. Hebben jullie allemaal een screenshotje gemaakt? Vast wel, hè? Nou, oké. Ik ben klaar met kletsen voor nu. En volgens mij zit aan de overkant Deborah alweer klaar voor het volgende design. Want handpainting, dat hadden we nog niet gezien. Zou ze dat nu laten zien? Wie weet. Het was niet het volgende design, het was nog hetzelfde design. Oké. Maar dat geeft niet, want ik ging nog met wit aan de slag. Oh ja, klopt. Ja, wit. Ja. En ik had op mijn paper palette eenzelfde soort mixje gemaakt, alleen dan met wit. Dus kijk maar mee. Hier ligt Sarissa's Sweeties White Coconut en Liner White. En dan krijg ik weer zo'nzelfde mooie mixje. Dus ik haal daar mijn penseel. Ik zal hem ietsje zo leggen. Doorheen en ik rol hem af, want hij wil natuurlijk niet dat het een te dikke lijn wordt. Zo, heel dun. Ik leg altijd ietsje ernaast, dan krijg ik daar weer een nieuw dun papje. En dat neem ik mee naar mijn penseelpunt. Nou, dan draai ik hem even zo. Want ik wil het alleen maar aan de buitenzijde hebben. Iets meer in het midden. Ik zal hem iets minder kantelen. Dank je. Ik kan het alleen dan ook iets minder goed zien. Misschien moet ik hem dan toch even zo houden. Ja, is altijd weer leuk, hè? Ja. In de studio met al die lichtjes. En je werkt ook nog op een glanzende top. En glitters erin, dus het is een, ja, een feestje weer om terug te komen. Party! Zo. Natuurlijk kun je dit, jij doet het nu met een mix, maar je kunt het ook gewoon met de pure Liner Gel White en Liner Gel Black maken, hè? Natuurlijk. Dat is geen probleem. Ik wou alleen iets meer glans. Ja. En ik hou, omdat ik aan de binnen, of tenminste eigenlijk aan de buitenzijde zat, werk ik ook weer aan dezelfde kant. Dus hier, maar niet helemaal rond. Nee, nou heb je ook echt lichtinval. Ik doe het alleen maar aan de bovenkanten. Een soort van highlights, vraagt Gemma. Ja, eigenlijk wel, hè? Van mijn cirkeltjes. Hey, en dit is eigenlijk het handpainting wat jij dus uit de huiswerkopdracht laat zien, hè? Onder andere, Dit wel een van de opdrachten is. En ik heb me ook, iemand in mijn oor heeft gefluisterd dat het niet copy-paste mag zijn van jou. Nee, niet één op één. Niet één op één. Dus je wil wel graag anderen iets meer onder top shot, please. Wel ander soort. Dat je gewoon, ja, perfect. Dat je gewoon je eigen shizzle swing eraan geeft. Ja, oké. Superleuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Heel erg. Ik vind het ook altijd heel leuk om te zien. Maggie reageert, oh, wow. Amazing. Mooi, hè, Maggie? Echt en geweldig. Het matcht ook zo leuk met je nagels, Deborah. Ja, hè? Ja. Ook de onderkant neem ik nog even mee. Je krijgt nu ook extra diepte door die extra lijn erin. Ja. En nu hebben ze iets wat meer volume, maar dat kun je ook dunner maken. En ik laat zo meteen nog wat anders. Want je kunt ook nog een hele zwarte lijn langs trekken. Dat is ook nog leuk. Maar ik denk, dan hebben jullie een beetje afwisseling. Zo. Hoppata. Kijk, ik heb hem zo. En nog steeds zie je gewoon heel goed
glittertjes. Ik zal het zo even afhalen. Ja, juist. Want deze hard ik even uit en dan laat ik het eindresultaat zien. Maar ik laat jullie eerst even zien de andere die ik daarvoor heb. Kijk. Oh, wauw. Want je kunt hem, wat ik zei, ook nog met een zwarte lijn er langs maken. En daar dan weer wit langs laten lopen. Dus dat is ook leuk om te doen. Ja, zeker leuk. Hey, maar hier heb je ook nog een top overheen gedaan, of niet, Deborah? Nee. Niet? Ligt er ook op? Ja, ligt er ook op. Maar omdat het zo glanst... Ja. Nou kan het wel eens, omdat ik hem soms moet beschermen met meenemen en zo, dat ik het wel eens iets aflak, hoor. Dus deze... deze heb ik dat niet gedaan. Oh, een hele plateau gaat vandoor. En het is ook een beetje zo. Dus ik ga even deze eraf halen. Echt wauw. Ja, en ja, super geweldig. Echt, echt heel erg mooi. Ik reageer ondertussen even op de reacties. Ze zijn echt allemaal onder de indruk. En Magje die zegt, ja, het mag toch een knipoog naar jou zijn, hè, Deborah? Ja hoor, dat mag, dat mag. Tuurlijk mag dat. Sorry, dat mag. Tuurlijk. Ik haalde mijn tipje uit de lamp. Ja? En de lamp was niet aan. Ah! Dus, ik pak een beet en dat wit, dat zat aan mijn handen. Oh no. Ja. Oké, blooper. Nee, want dat zag je niet. Nee, want hij is nu gewoon zonder het wit. Want dat is hier gewoon ook mooi. Maar dat kan ik natuurlijk even toevoegen. Dat is geen probleem. Maar kijk maar even mee zo. Dan is hij zo. Dus ik heb het even al. Maar dan zie je dus, wanneer je dus een wipeje over je zwarte lijnen, dat hij mat wordt. Ja. En dat is het andere effect. Dus nu zijn mijn zwarte lijnen mat. En is mijn ondergrond glanzend. Ja, is ook leuk. En ook dat kan natuurlijk heel ook leuk gewoon. Effect. Ja. Dus wat dat gaat, ik laat hem gewoon zo. Ja, en als je de plaklaag eigenlijk dan, want die heeft hij bijna niet natuurlijk. Nee, minimaal. Dus je haalt hem zo uit de lamp, dan is hij glanzend. Maar wil je dat niet, dan ga je het met prep en wipe even overheen en dan blijft hij mat. Dus ja, dat ook wel een beetje leergevoel krijg je daardoor. Mm-hmm. Dat is echt super tof. Klopt. Dus ja, speel ermee. Komt helemaal goed. Superleuk. Lian die reageert nog, there's no party like a neon party. Ja, dat ben ik wel helemaal met je eens. En ja, verder reageert iedereen. Louelle, superleuk dat je kijkt. Die reageert heel tof. En Lee die reageert niet normaal. Hoe mooi, Deborah. Allemaal hartjes. Ze zijn allemaal heel erg blij. Heel erg gelukkig van al die kleurtjes die ze zien. Ja, hè? Ja, zeker. En ik ben blij dat ik wel iets rommel heb gemaakt. Want anders zou het ook niet goed zijn. Ja, ik had wel iets knoeien, hè? Dus ik ben blij dat ik dat nu met het wit heb kunnen doen. Ik ben ondertussen meteen een tipje aan het lakken. Met het Desirable. Ook zo'n prachtige kleur. Lijkt een beetje op de Erotic Decency. Maar heb ietsje meer een... Ja, een topachtige... Even iets meer onder top, schat. Background. Dank je. Angela die reageert. Hoi, beetje laat, maar kan toch nog even live meekijken. Ja, super fijn dat je meekijkt, Angela. En natuurlijk kun je alles terugkijken. Dus ja, dan kun je eigenlijk de hele show weer van beter laat dan nooit, hè? Nee, inderdaad. Superleuk dat je meekijkt. En Neil Linda House, die reageert ook leuk. Leuk om te sugaren. Ja. Zeker, de Liner Gel, de Syriza Sweetie Mix. Zeker. En Debbie Dussel die reageert zo en dan mooi. Ja. Prachtig. Prachtig allemachtig. Goed. Terug naar Deborah. Ja, hij zit in de lamp. Oh. Nee, dat geeft niks, want ik haal hem eruit. Hij heeft één laagje, dat vind ik voor nu prima. Hij dekt hartstikke mooi. Dus die gaan wij aflakken met de Extreme Mat. Want die gebruik je met dit soort designs best heel veel, moet ik zeggen. En dat komt omdat gewoon dat makkelijker is met je stempelen of met je pigmenten aanbrengen. Dus ik ga hem nu even mat lakken. En dan moet ik even zo. Hop. Want hier gaan we nog een handpainting design overheen. Maar een handpainting met pigmenten daarbij. Oké. Okay. Dus best of both worlds, zeg ik dan maar. Dus je gaat handpainten met pigmenten? Nee. Oh. Daarbij. Oh, erbij. Okay. Je luistert ook niet. Hè. Sorry. Het is altijd hetzelfde als je tegen mij hebt. Ja, sorry. Ja, altijd. Maar dat geeft niet hoor. Nee. Dat ben ik nou zo onduidelijk of iets? Maar nee, absoluut niet. Weten jullie dat mixje nog wat ik net gemaakt had van Liner Black en de Cerises Black Licorice? Daar ga ik weer mee werken, maar dan met Pepijn's Choice. Want we gaan iets leuks doen. En zo. En dat witte mixje wat ik net gemaakt had. Ja, ja ook van de White Coconut en de Liner Gel White. Ik luister wel hoor, Deborah. Ja. Daar wat ga je daarmee doen? Ga je dat ook mee schilderen? Ja, maar daar ga ik een klein beetje gel polish aan toevoegen. Want ik heb een plaklaag nodig. Dus ik leg daarbij een beetje gel polish.
Ja. En die... Waar is mijn fijne vriend? Roer ik een beetje door elkaar. Niet te veel. Zo. Maar ik heb een best witte laag nodig. Dus vandaar dat ik dat mixje pak met... Kijk, je ziet het niet vanaf daar, maar hij is echt nog witter. Dus dat vind ik dan mooi. En dan heb ik ook gelijkertijd een plaklaagje. Ja, want dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Wil je je pigmenten ergens aan juist hem laten. Dus ik ga met mijn Papijs Choice door het witte heen. Dat ga ik als eerste doen. Ja. Pak hier een beetje. En dan ga ik iets, nou, ik denk maar hier neerleggen. Nu moet je wel wat strakker gaan werken. En iets meer onder top. Ja. Zo. Oké. Nu moet je wel wat strakker gaan werken. Dat vertelde je? Ja. Dus ik probeer hier een vlakje te maken. Oké. Dit is eigenlijk een beetje abstract als je het zo bekijkt. Misschien dat ik hem ook wel een tikkeltje langer nog maak. Ja. En dat is een beetje random? Jij leuk vindt? Ja, nou ja, precies. Vormen die jij neer wil leggen, waar je ze neer wil leggen. Ja. En dat kun je natuurlijk ook met een korte penseel doen, hè, als je dat makkelijker vindt. Misschien met jouw penseel, Jessica's Choice. Good choice. Ja, ja. Dat kan. Ja. Dus ik kies nu voor deze, maar het kan allemaal. Zo, dus dan heb je een vlak. Vind ik hem al helemaal mooi recht genoeg. Dat hij daar nog ietsje daarheen mag. Check hem even aan de zijkant. En dan wil ik ook nog dat jullie het kunnen zien. Zo. Nou, dat vind ik wel goed. Daar zet ik mijn flashcure weer op. Ja. Want dat kan natuurlijk weer. En ook weer heel belangrijk, niet te dik. Nee, nee, nee. Is ietsje uitgelopen. Is geen ramp trouwens. In dit verhaal. Nee. Nee. Ik vind het een beetje artistiek zo. Jawel hè, met dat blubje eraan. Ja. Het lijkt meer van die streepjes zo, weet je wel. Het leek wel of hij hem eruit duwde. Ik weet ook niet waar die ineens vandaan kwam. Zo. En dan heb ik in een doosje gemengd. Kijk eens even mee. De pigmenten, maar dan met glitter. Hou op met me. Ja. Kijk. Oh, wauw. Ik heb er de Starburst doorheen gedaan. Kijk. Dus ik moest wel even ergens een bakje vandaan toveren. Ja. Maar hier zit de Starburst doorheen. En wat heb ik gedaan? Welke Starburst? Juist. Nou, zoveel mogelijk de Starburst in de kleuren die erbij hoort. Oké. Okay. Dus de gouden, de oranjeachtig gouden, de roze, de blauwe. Hier heb ik gewoon de roze doorheen gedaan. En hier de groene. Oké, oké. Want dan krijg je toch weer een heel ander soort pigment. Nou, Maria die reageert hetzelfde, maakt me gek. En Anja die reageert, oh wauw, wat een super idee. En Gemma die zegt, oh zo cool. Dus dat kan je ook doen, zeker. Hè? Echt geweldig. Ja, dat kun je ook doen. Leuk in zo'n bakje, maar kun je er ook nog wat mee doen? Ben benieuwd. Ja, dat hopen we dan altijd. Hè. Kijk, als ik het mat aflak zie, het natuurlijk wat minder. Maar ik heb nu mijn witte plaklaag van de... Van dat streep die ik net neer heb gezet. Ja, ja. En daaroverheen wil ik nu dat pigment gaan aanbrengen. Dus kijk even mee. We gaan gewoon even kijken. Ja, toch? Ik zet hem even iets aan de kant. Nou ja, je ziet hem maar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zie het. Ja. Vanaf daar is het misschien een tikkie tikkeltje lastig. Ja, misschien als je een beetje schaduw straks. Maar ik weet precies ja, dat hoe we het er gaat uitzien. Ja. Precies. Echt heel leuk. En je gebruikt nu een... wij hebben dan de pigment. Dit is gewoon een oogschaduwkwastje. Ja. Want die pigment tool is te groot en die pakt de glitter niet op. Maar dit kun je ook, denk ik, misschien wel met de fanbrush. Maar het is een heel klein oppervlakje. Iedereen heeft wel zo'n dingetje in huis. Ik heb hem gewoon uit mijn make-up koffer geritst. Ja. Maar de pigment, die kun je natuurlijk uit de houder halen, hè? Natuurlijk. En dan heb je een kleiner, eigenlijk net zo groot als wat je nu hebt. Dat is misschien, ja, handig inderdaad. En ook dit zou je natuurlijk onder top kunnen doen, dat is dan heel fijn. Maar ook je fluffy brush voor gebruiken. Of wil je wel dat er iets meer kracht gezet kan worden? Ja, je moet kracht zetten, want met de fluffy, dan veeg je het eraf. Dan fluff je.
Dan en de fanbrush net zo. En ja, ja. Dat, je krijgt het er niet in. Ja. Dus. En Selina die reageert, ik kom net binnen, maar ik hoor Stardust en neonpigmenten, dus ik ben nu al verkocht. Ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben nu al verkocht. Snap ik. Ja, snap toch. Ik, zeker. Even curen en dan fluffen. En die, dan zeker schoonmaken daaromheen. Ja. Even schoonmaken. Dat is belangrijk als een... Ja, dit is wel de Deborah die we kennen, hè? Ja. Het gaat er wel weer, ja. Je ziet nu de ondergrond een beetje gaan verkleuren. Kijk, en dan de fluffy brush. Dan de fluffy. Hoe fijn is dat? Ja, dat is ook weer zo'n vriendje. Ja, ik zie wel een sparkle. Die roze, die zien we echt al glitteren. Ja, je ziet het wel beter, hè? Ja. De gele misschien iets minder, maar omdat het zo, puur door de camera. Zo fel is. Maar ik maak wel een fotootje morgen. En dan komt het zeker in beeld. Oh, ga je dat op de pagina? Ja. Ja, zal ik het doen? Ja, doe eens. Ja, dat doen we. Ik maak eventjes de ondergrond schoon. En dat doe je gewoon met prep of met een droge? Prep. Ja, dus een brush wipe, een nail wipe bedoel ik. En dan prep en wipe. Ik moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Want? Iets meer in beeld. Daarom. Dank je, ja. Daarom moet ik zo voorzichtig zijn. Ja, snap ik. Ja. Als ik niet in beeld ben, ja, dat is een dingetje. Ja. En ook hier aan zit wat prep en wipe. Ja. Dan wordt het net even wat makkelijker. Ik ben nog nooit zoveel uit beeld geweest als vanavond, geloof ik. Nou, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik wel. Moeten we Gillian even navragen. Gil, ze doet het weer. Hij is Zwitserland, hij zegt niks. Nee. Is misschien ook beter. Kijk, ja, het glimmert wel. Het glimmert wel. Ja, prachtig. Echt prachtig. Het is ik zou het dan ook lastig vinden, want je hebt nu 3 kleuren gepakt, hè. Mm-hmm. Ik zou het echt lastig vinden om dan niet nog meer kleur. Ja, dus ja, dat klopt. 3 is genoeg. Nou ja, dat lijntje is maar klein, hè? Ja, dat klopt. Maar dus denk, het bekijkt. Misschien nog een beetje extra. Nog een beetje groen er nog op of zo. Ja, maar je kunt natuurlijk ook meerdere vlakjes op zo'n nagel. Ja, dat kan. Maar ik hou het wat abstracter. Ja. Dat ben ik, hè? Ik hou het heel simpel altijd. Dus ik geef wat weg, dat jullie het allemaal nog kunnen zien en zo. Het is nu namelijk een beetje een dingetje. Maar wat gaan we maken? Want ik had natuurlijk dat zwart op mijn palet gelegd, hè? Oh, sorry hoor. Ja, er reageert... Wie, oh, Lidie. Oh, heerlijk. Ik lig echt helemaal slap op jullie. Net knabbel en babbel. Nah, dat slaat toch nergens op. Ja. Nee, ik snap dat ja, nou, misschien heb je wel een beetje gelijk, Lidie. Iets. Ja. Iets. Maar niet te veel. Niet te veel. Het lijkt nu een hele scheve rand, maar dat geeft niet. We gaan nu hele mooie zwarte lijnen plaatsen. Kijk. Ja, ja. Ik snap dat. Ja, ja. Oké, in beeld. Ja. Want? Oké, wacht. Ja? Waarom ga je nu lijnen schilderen? Want die glitters, die blijven nu gewoon zo? Dat gaat helemaal goed? Ja? Ja, oké. Nee, even duidelijk voor de kijkers. Oké, laat ik het dan voor jullie... Eigenlijk hoeft het niet. Ik ga het wel doen. Ja? Om het makkelijk te maken. Ja. Voor de viewer. Ik pak wat... True Color. Ik heb hier True Color. Die heeft wat meer volume. Die leg ik even neer. Hoeft niet, doe het wel. Dus ik leg hem op mijn palet. Ja? Om het spannend te maken. Ja, ik vind dit echt heel spannend. Begrijp ik. Dan pak ik mijn detailer 3. Even het puntje erin masseren. Zo. En dan ga ik heel voorzichtig, een beetje lobbig om het maar zo te zeggen, hopende dat ik dan niet mijn glitters kwijt ben, over... Ik zie ze nog. Ja, oké. Over mijn kleuren heen. Ja, oké. Maar dit is optioneel. Optioneel. Het hoeft niet. Dus je beschermt nu eigenlijk de glitters, maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Dus anders had je een sugar effect gehad. Ja. En nu heb je een shiny effect. Ja. Sparkling. Ja, oké. Even curen. Nou, er had nog wel een topcoat overheen gegaan. Maar in zijn geheel. Ja, oké. In zijn geheel. Ik snap. Oh, Waldorf. Maar vind je het Stadler. Eng, dan doe je hem zo. Ja, just to be sure. Juist. Anja die reageert en ondertussen worden we vergeleken met heel veel komische duo's, Deborah. Ik weet niet waarom, snapt het niet. Gillian heeft ook een leuke, maar die vertel ik strakjes. Debbie die reageert buurman en buurman. En Anja die reageert Waldorf en Stadler. Oh, ik hou van die twee. Ken je die van de Muppets? Zijn dat die oudjes? It was a great show. Yeah. Weet die? Ja, maar zo praat je ook altijd. Snap je? Hier moet je mee werken. Ik echt. Terug naar Deborah. Ja, nou ja, ik was bij mijn... En dan moet je lijnen recht houden, hè? Ja, nee, maar dat kun je. Dat valt niet mee, hè? Het valt niet mee. En ik doe het dus wederom met Pepijn's Choice. Doe je eigen keuze maken daarin. Je kunt ook een korter penseel nemen. Eigenlijk wilde ik deze ook recht aflijnen. Dus ik kijk of dat hij genoeg dekt voor dat blubje wat hij net had gegeven.
En weg. Ja, hè? Het is magie. Het is magie. Want ik dit kun je ook met de vastliner doen? Of wil je hem echt gewoon strakke lijnen geven? Nee, dit is niet geven. Voor de vastliner. Nee, oké. Waarom niet dan? Nou, dat weet ik niet. Omdat ik nog iets anders erbij wil maken. Oh, je bent al? Ja. Ik vind hem nu al heel erg leuk. Alleen zo. Als een soort kijkraam. Het is simplicity. Van kijk naar de horizon. Nou ja, dat lees ik daar niet uit. Maar ja, goed. Nou ja. Ja. Okay, dus maar ik vind het wel leuk. Ja. Ja, oké. Okay, dat ben jij dan. Jij ziet more het zwart, je more. Vindt het al leuk. Ja, ik ben nee, 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 nee. Nee. Dat gaan we niet doen. Ik ga deze doortrekken. Wow. Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Een beetje abstract, hè? Ja. Doortrekken. Zo. Ja, dat vind ik leuk. En wat vind ik dan ook nog leuk? Oh ja, dit wordt heel abstract. En lange lijnen. Dus dat is, ja, het penseel waar je nu mee werkt is gewoon perfect daarvoor. Ja. Precies. Lang penseel voor lange, dunne lijnen. Moet eigenlijk penseel je werk laten doen, hè? Mm-hmm. Maar dit vlak ga ik inkleuren. Gerry, die heeft helemaal fantasie. Die reageert neusje en mondje en je hebt een popje met een skibril. Huh? Ja, ik zie hem erin, hoor. Oh ja? Ja, vanaf hier zie ik oh, dat vanaf zeker daar. Wel. Het okay. is echt zo'n, zo'n leuke 80's skibril dan. Een Indische skibril? Nee, 80s. Oh, 80s. 80 jaren. Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Echt. Ik denk, wat zeg je nou hier allemaal? Ja, maar dit soort art, ik vind het echt geweldig. Ja, is altijd ik leuk, hè? Ik hou hiervan. En ik kleur me ook gewoon graag in met dit penseel, want dan blijf je ook mooi in die lijnen schilderen. Ja, oké. Okay. Dan hou dus je het strakker. Dat doe jij dan met dit penseel? Ja, het hoeft maar het niet. Zou prima met een iets groter penseel ja, kunnen. Ja, natuurlijk. Maar dan heb je weer kans, plats, weet je wel. En dan zit het weer ergens waar je het niet wil. Ja. Dat je denkt, ja, slim, dat had slim. Ik niet moeten doen misschien. En dan kun je natuurlijk deze ook. Maar wil je dan ook als huiswerkopdracht, want dit is dan toch meer geometrisch eindresultaat? Ja, wel een beetje zoiets. Ja, ja. Leuk. Want dit is natuurlijk gewoon handpainting. Ja. En dan iets in die geest. Want ik vind dat wel geinig eigenlijk. Het is weer eens wat anders, hè? Het is heel geinig. Echt? Hier ook. En ik denk dat ik hem hierna lekker uit ga harden. Zoiets. Ja, wauw. Mm-hmm. Denk je nog iets? Nog iets? Nee, hè? Nou. Ja, ik vind hier nog een klein vlakje. Ook mooi om te spelen met de dikte van je lijntjes. Dus wat dunner, wat ja, dikker. Precies. Ja, Anja die reageert. Inderdaad, vind ik ook een beetje Mondriaan-achtig. Leuk. Ja, ja als het net zoveel oplevert, zou het wel top zijn natuurlijk. Het ligt helemaal aan jezelf, hè, Debbie? Ja, maar dan moet je eerst altijd doodgaan. Dat vind ik dan ook weer een beetje ja. Ja, zo'n dat dingetje, hè? Het is dan weer niet de bedoeling. Ja, nee, Lisette, dit vind ik inderdaad wel een goeie. Dit is twee... Onder één kap, zegt ze dan. Kleur voor Deborah en zwart voor Jess. Ja, dat is zeker ja, maar waar. Ik heb deze ook een beetje ontworpen voor Jess. Ik denk, die meid staat er ook maar de hele avond. Moet ze naar al die kleuren dankbaar. Kijken, dat trekt ze niet. Dus ik denk, ik gooi er een beetje zwart in. En dan gooi ik hem nu, 1,5 minuut, onder de twinlijn. Joejoe. Nou, helemaal geweldig. Echt heel erg bedankt, Deborah. Ja, ik geniet hier enorm van. Enorm. Hé, hey, het is inmiddels 9:30, lieve Deborah. Ja, dit is de laatste. Ik denk wel dat wij... Ja, hè? De laatste Hij ronde Hij is klaar, avond. De laatste ronde. Ja, superleuk. Ik weet eigenlijk niet meer wat je allemaal hebt laten ik zien. Ik ook niet. Ik weet het niet meer. Het is te veel van het goede. En daarnaast heb je ook nog andere dingen meegenomen die je dus niet live hebt laten zien. Maar wel awesome zijn om te laten zien op Topshot. Zal ik die nog even pakken? Ja, doe eens even. Doe eens even. Pak het nog even. Echt. Dat knalt Kijk. Eruit, jongens. Ja, dit zijn gewoon wat ook weer van die leuke, snelle designtjes. Ja. Ja, screenshot. Screenshot. Oh, sorry. Zal ik hem dan ietsje meer daarin leggen zo? Hop. Ja. Oké, vertel. Want ik zie ook glittertjes. Zie ik dat goed? Ja, ik zie ook iets shinen. Kleine glimpjes in. En hier zit pigment overheen. Kijk. Ja, ja. Ja. Dat is daar dus zit unicorn pigment. Groen met goud een unicorn pigment erover. Wauw. Want dat kan natuurlijk ook allemaal. Nou, dit is leuk toch? Oh, dan moeten we even Pepijnstijl aftellen. Ja. 3, 2, 1. Screenshot.
Je moet wel met dat galmpje, hè? Ja, maar dat kan alleen Pepijn. Ja. Dat ja, kan precies. Ik niet. En niet te hard, anders word ik heel doof. Ja, nee, die heeft nu het knopje al naar beneden. Dus dit zijn ook weer met de losse pigmentjes, met een glittertje en een topcoat eroverheen. En heb je ook dan eerst White is White, de bloempjes gemaakt en dan... Nou, iets minder White is White. Dit is meer Liner White. Oké, maar wit in ieder geval. Maar wit, ja, sowieso wit. Superleuk. En dan had je nog een, die vind ik volgens mij, als je die deze, niet laat zien... Deze, denk ik. Ja, die komt door het zwart. Maar kijk nou toch. Is ook leuk, hè? Wauw. Dat is de hele ondergrond pigmenteren in de zin die jij leuk vindt. Dus maak er wat van. En daar overheen doe je die vette zwarte druppels. En die is wel met een mix van Sweeties en Liner Black. Hey, en liggen die vette zwarte druppels, zoals jij het dan noemt, waar ik het compleet mee eens ben, liggen die dan op de top of zijn die helemaal afgelakt? Want daarin die zijn kun je ook nog niet afgelakt, die liggen op de top. Dus je hebt een beetje 3D-ish. Een beetje, flat 3D is dat eigenlijk. Ja, dus, flat 3D. Een zacht effectje. Als een beestje maar een naam, PF, hè? Oké, super die tof. Die ene uit het lamp is klaar, dus laten we even kijken daarnaar. Ja. En dat is deze geworden. Ja, wauw. Maar daar had ik natuurlijk ook nog een leuke variatie op. En dat zijn deze. Oh, wat leuk, Debor. Leuk dat witte er ook bij. En hier had ik ze dus mat gelakt, wat ik dus hier glanzend heb. Ja. Ja, ja, en dan kan je er ook nog zo'n leuk speels takkie overheen doen. En dat takkie heb je dan gedaan, ook weer met die mix. Met het mix, en ik leg die er eventjes bij. Zo. Superleuk. Dan heb je toch ook een leuke combi. En wat weer leuk te combineren is in de nagels met z'n allen. Oftewel, met zwart. Ja. Of met natuurlijk die prachtige kleur screenshot, ja? Yes, ja, moeten we, hè? Moeten we, Ja. 3, 2, 1. Screenshot! Dat is wel lastig, hoor. Ja, ja, ik snap het. Ja. Dan hadden we natuurlijk deze net nog gemaakt. Dat was de één na laatste. Ja. Het plateautje is niet zo schoon, sorry daarvoor. Nee, maar dat is... Maar dat kun je weggeven op beeld. Oké, komt-ie. 3, 2, 1, screenshot. Arrivederci, die gaat weer weg. Dan hebben we de eerste. Oh ja, waar we mee begonnen waren. Alweer vergeten. Ja, maar je hebt ook zoveel laten zien. Ja, het is niet te doen. Echt super gaaf. Iedereen is helemaal blij. Geeft heel veel inspiratie. Er ligt alleen nog een pluisje. Ik zie hem. Ja. Dank. Super. Dat is Mila, denk ik. Mijn hondje? Ja, dat zou maar zo kunnen, ja. Ja, hè? En, komt-ie. 3, 2, 1. Screenshot. Nou, iedereen is helemaal amazed. Mooi. En last, but not prachtige designs. Ik vind deze ook echt super vet. Deze. Echt geweldig. Komt-ie. Yes. 3, 2, 1. Screenshot. Wauw. Leuk, hè? Ja, echt. Nou, dat zijn ze. Kan ze allemaal bij elkaar. Dat heeft geen zin. Jullie hebben het allemaal al lekker gefotografeerd. En dit is eigenlijk alleen maar de tip of the mountain. Hè? Het puntje van de ijsberg. Wat je eigenlijk allemaal met neonpigmenten kunt doen. Ja, dit is een basislesje. Hè? Het is mini. Minimaal. Ja. Echt. Kan heel nog veel meer. Veel meer. Ja, echt heel nog veel meer. Maar in ieder geval was dit mijn e-workshop van vanavond. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren met wat leuke ideeën. Natuurlijk kan er veel en veel en veel meer mee. Maar ja, daar hebben we helemaal niet de tijd voor. Dan zijn we morgen en overmorgen en de dag daarna nog bezig. Ja. Dus dit was hem voor nu. En wie weet de volgende keer nog meer. Dus weer bedankt voor het kijken en heel gauw tot de volgende keer. Doei. Ja, nou ja, inderdaad. Het echt zo'n klein beetje wat je allemaal mee kunt doen. Natuurlijk staan er echt heel veel demo's op ons YouTube-kanaal. Een Magnetic Nail Talk. Volgens mij zelfs nog een e-workshop. Back in the days, denk ik een paar jaar geleden, heb ik ook van alles laten zien. Weer hele andere designs. Dus jullie kunnen echt helemaal los op het YouTube-kanaal. Rest mij om ook vanaf deze kant af te sluiten en jullie ontzettend te bedanken voor het kijken vanavond. Vergeet niet, aanstaande woensdag zijn wij er natuurlijk weer, als vanouds op 8 uur, met onze Nail Talk Live Show. En waar gaat het over deze woensdag? Het gaat helemaal over opvullen en nabehandelen. En super interessante show. Echt helemaal geweldig. Dus zeker kijken. En daar steek je weer heel veel van op. Bijvoorbeeld Wendy, die gaat jullie alles vertellen. Nou ja, dan wil ik eigenlijk de vraag bij jullie neerleggen. En denk daarover na, komen we woensdag op terug. Wat is toch die groene verkleuring op je nagels?
Zou het neonpigmenten zijn of iets anders? Je weet het niet. Komen we woensdag op terug, gaan we jullie daar helemaal in meenemen. En Wendy vertelt jullie daar natuurlijk alles over samen met ons allemaal. Pepijn, Sarissa, Deborah en ik zijn allemaal ergens op deze werkvloer te vinden dan. Ontzettend bedankt voor het kijken. Nogmaals een hele fijne avond. Vergeet niet, volgende week maandag, tweede Pinksterdag, is er geen e-workshop. Geniet allemaal lekker van jullie tijd samen met jullie gezinnetjes. Lekker thuis, even vrij. Misschien extra huiswerkdag om lekker te gebruiken voor jullie inzendingen voor de week erop. We sluiten altijd af met een leuke, prachtige commercial. En ja, Gillian, ik weet het, hè, het is een geweldige show. Lekker bijpassend. Laten we afsluiten met een feestje. De commercial Neon Pigmenten. Ontzettend bedankt. Fijne avond allemaal. En tot de volgende keer. Doei doeg!